Ja, wat is het onderwerp van vandaag? Het onderwerp is de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet hoe ver ik kom. Maar goed, ik heb dat boek gelezen van Zubok. Dat heb ik, of Zubok, ik weet niet hoe je het is. Is in principe een Rus. Een Russische historicus die werkt in de Verenigde Staten. Die in dat window of opportunity, toen je de archieven in Moskou kon raadplegen, dus zeg maar jaren 90, dat ook gedaan heeft. En daar allerlei interessante dingen uit heeft opgediept. En die nu een boek heeft geschreven, dat bestaat al enige jaren overigens, Failed Empire. En dat was natuurlijk een heel evident thema, omdat de Sovjet-Unie natuurlijk start met een imperium als gevolg van de militaire ontwikkelingen van de Tweede Wereldoorlog, en dat imperium tenslotte gefaald heeft en uit elkaar gevallen is. Waarbij de grootste republiek Rusland nu in feite een soort, hoe zullen we dat zeggen, een soort regionale macht geworden is, zij het dat ze op vervelende manieren de Oekraïne hebben aangevallen. Hij heeft ook nog een tweede boek geschreven, dat is van vrij recente datum. Dat gaat eigenlijk over hoe Gorbachev uiteindelijk het empire getorpedeerd heeft en het schip heeft laten zinken. Dat ben ik ook wel van plan een keer te gaan behandelen, maar nu is het even terug in de geschiedenis. Namelijk naar 1945. De Sovjet-Unie heeft getriomfeerd na natuurlijk twee dramatische jaren, 41 tot 43, en dan vervolgens in twee jaar de Wehrmacht toch beslissend verslagen aan het Oostfront. Ook voor West-Europa natuurlijk een hele wezenlijke zaak, wat stel je voor dat die 250 Duitse divisies niet daar hadden gestaan, maar aan de andere kant, dat zou het er heel anders hebben uitgezien. Dus ja, de Sovjet-Unie was in zekere zin in juichstemming in 45. Men was tevreden dat men in feite een soort grote mogendheid was geworden. En daar moeten we meteen al in 1945 een aantekening bij maken. Bij alle tevredenheid over de overwinning op de Duitsers was de eerste en de tweede atoombom, dus dat is 6 en 9 augustus 1945, dat was eigenlijk een enorme zeepert. Een soort, ze hadden plotseling het gevoel, we zijn een grote mogendheid geworden. We hebben een oorlog gewonnen in allerlei opzichten. We zijn militair gesproken misschien wel de belangrijkste bondgenoot geweest. En nu gebeurt dit. Nu hebben de Amerikanen een wapen waar we in feite niets tegen kunnen doen. En wat een fantastische zin. Wisten ze helemaal niet dat de Amerikanen aan dat wapen aan het werk waren. Dat wisten ze best. Er waren allerlei spionageactiviteiten natuurlijk. Maar toen de effecten duidelijk werden, in Hiroshima en in Nagasaki, toen is Stalin zich wel een ongeluk geschrokken. En dat was eigenlijk een schrikreactie die heel veel hadden. Zo hebben we gewonnen en nou gebeurt er dit. En vervolgens is natuurlijk ook weer zijn alle zijden bijgezet om in een zo hoog mogelijk tempo een atoombom te bouwen. Ze hadden de beschikking over lui die dat heel goed begrepen hoe dat allemaal in elkaar zat. Die zelfs gesuggereerd hebben dat ze misschien wel een betere bom zouden kunnen bouwen. Omdat natuurlijk op zichzelf de kennis dat het ding gebouwd kon worden en ook daadwerkelijk explodeerde. Dat was natuurlijk, als je dat eenmaal weet, dan weet je dat je kunt het doen. Het kan. En dat is wat de Amerikanen natuurlijk bewezen hadden. Het kan. En dan stelt die Russische chefontwerper, die stelt voor om verbeteringen aan te brengen. Zegt Stalin, nee, geen verbeteringen. We bouwen gewoon precies zo'n bom als de Amerikanen hebben gebouwd. Die overigens twee verschillende bommen hadden gebouwd, maar dat is een probleem waar we nu vandaag niet in zullen gaan. Maar dus de zomer van 1945 was eigenlijk een enorme schok door die twee atoombommen op Japan. Daar moet nog bijgezegd worden dat Japan toen eigenlijk onmiddellijk gecapituleerd heeft, 15 augustus 1945. En de Russen hadden eigenlijk plan, want Stalins verwachting was eigenlijk dat Japan nog wel wat langer in de oorlog zou blijven en dat misschien ook amfibische landingen op de hoofdeilanden noodzakelijk zouden zijn. En Stalin had zich graag gemeld voor een Russisch bezettingsgebied in Japan.
Net als in Duitsland, nietwaar, het oostelijke deel van Duitsland, Russische bezettingszone was geworden. Daar hebben we de Amerikanen, de Russen, heel wel bewust en betrekkelijk onbeleefd buiten de deur gehouden. Die hebben onmiddellijk gezegd, daar zal geen sprake van zijn. Want ik denk op dat op lange termijn een ontzettend handige en verstandige beslissing is geweest, eerlijk gezegd. Op zichzelf was er dus een wel enigszins euforische stemming. We hebben die oorlogen verloren, maar daar is een groot maar aan verbonden. Die oorlog had immense effecten gehad in de Sovjet-Unie. En er is wat eens geschreven, eigenlijk was die overwinning van de Sovjet-Unie op de Duitsers een Pyrrhus' overwinning. De schade in het westelijk deel van de Sovjet-Unie was zo enorm dat het alleen al het herstel was een praktisch onmogelijke onderneming. De Sovjet-Unie had waarschijnlijk ergens rond de 28 of 29 miljoen mensen verloren. Waarvan 9 miljoen militairen, rond de 9 miljoen militairen, niemand die het precies zeker weet natuurlijk. Dus je moet rekenen dat de Sovjet-Unie van Petersburg, Moskou, Stalingrad, dat alles ten westen van die lijn volledig in puin lag. Agrarische productie was meer dan gehalveerd, een kwart van over of zo. Het was kortom, het was dramatisch. Dat is wat je altijd in moet calculeren. En natuurlijk vele mensen hebben gedacht, ook in de Sovjet-Unie, van we zijn er vanaf, we kunnen nu iets anders gaan doen. We kunnen misschien een iets hoopvoller en iets redelijker bestaan gaan krijgen dan we hadden in de tijd van de industrialisatie in de jaren 30 en die gruwelijke oorlog in de eerste helft van de jaren 40. En daar hebben zij natuurlijk misrekend, aangezien Stalin hele andere gedachten had over hoe het verder moest. Stalin was natuurlijk de onbetwiste autoriteit in dit spel. Hij had een vrij veel ruimte geboden aan zijn militairen in de latere jaren van de oorlog, in het bijzonder aan Zhukov, die de hoofdontwerper was van, laten we zeggen, de Russische offensieven en de manier waarop die uitgevoerd moesten worden. Maar ook Zhukov mag bij de overwinningsparade nog leiding geven, zittend op een wit paard. Maar dan is het ook, Zhukov wordt in feite ook van het toneel gemanoeuvreerd. Speelt in de jaren 50 nog wel een rol in het politbureau. Maar het is duidelijk dat Stalin niks op had met lui die hem mogelijk concurrentie aan zouden kunnen doen in de top van het bestuur van de Sovjet-Unie. Wat waren Stalins veronderstellingen? Want dat is een zaak van groot gewicht. Stalin realiseerde zich, we zijn een grote mogendheid geworden. Door de veroveringen van het Rode Leger in Oost-Europa, in Centraal-Europa en op de Balkan. En Stalin wist absoluut zeker, dat moet ook zo blijven. Onze positie in die veroverde gebieden dient gezekerd te worden. Zo of zo. En als dat op een onaangename manier moet, dan moet het maar op een onaangename manier. Bovendien wilde die ook als gelijke behandeld worden door de andere geallieerden. Denk aan de Engelsen en bovenal natuurlijk aan de Amerikanen. Stalin dacht dat het kapitalisme op korte termijn zou worden getroffen door een grote diepe crisis. In feite de verlenging van de grote crisis van de jaren 30. Crisis die zich dus helemaal niet voor heeft gedaan. Integendeel, nietwaar, na 45 zijn er 30 jaar van onstuimige groei gevolgd. Maar even heel kort, wat gebeurde er in de jaren 30 in de Sovjet-Unie? De Sovjet-Unie heeft zich geïndustrialiseerd in de jaren 30. En dus van grotendeels achterlijk agrarisch land hebben ze er een industrieel land van gemaakt. Waarvan je kunt zeggen, als dat niet gebeurd was, dan waren ze tegen de Duitsers ongetwijfeld kansloos geweest. Het is die industriële mobilisatie die, denk aan de tankfabriek in Kharkov. Dat was de grootste tankfabriek ter wereld. En als de Duitsers oprukken, zijn ze erin geslaagd om die hele tankfabriek in een paar weken naar een plek te verplaatsen die de Duitsers voorlopig niet zouden bereiken. Maar dat moest dus wel gebeuren. Ook die mensen die dit soort van dingen hebben uitgevoerd in de oorlog, iedereen die belangrijk was geweest in de oorlog, een reputatie had opgebouwd in de oorlog, is dus Stalin nietwaar terzijde geschoven. Hij duldde geen concurrentie aan de top.
waar waren we gebleven? Stalins verwachtingspatroon. Zij dacht in crisis. Die is er niet gekomen overigens. Hij was er vast van overtuigd dat de andere grote mogendheden, in het bijzonder natuurlijk de Amerikanen, niet waar hem vijandig gezind waren. En hij was er van overtuigd dat zij in feite alle vorderingen van de Sovjet-Unie ook als vijandig zouden beschouwen. En daar waar ze hem zouden kunnen raken, zouden ze dat ongetwijfeld doen. Dus hij leefde eigenlijk bovendien, dat is zowel intern als extern, is Stalin een evidente paranoia-patiënt. Achterdocht was zijn primaire beweegreden. Hij begint ook na 1945 intern aan antisemitische campagne. En tenslotte eindigt dat in de doktersplot. Dat hoeven we nou niet aan detail uit te werken. Maar het kwam er dus op neer dat hij de concurrentie uitschakelde. Er zijn ook weer een soort van zuiveringen gehouden, waarbij een deel van het enorm verdienstelijke personeel van de oorlog gezuiverd en doodgeschoten is. Het was Stalin 45, 53. Laat ik het vast even aankondigen. Stalin overlijdt in maart 53. En dat die jaren zijn Stalin ten voeten uit. De Sovjetbevolking kreeg dus ook niet een feestelijke pauze of zo. Nee, die moest in feite onmiddellijk aan de bak. Alleen al het bouwen van zo'n atoombom, dat was natuurlijk in een straatarm en zwaar in de ruïnes liggend land als de Sovjet-Unie een enorm probleem. Plus natuurlijk het feit dat Stalin zich profileerde als leider van een nieuwe, in feite imperiale grote mogendheid. In feite het communistisch imperium, niet waar, dat wou hij op de been houden. En dat niet alleen, maar hij probeerde ook steeds om, laten we zeggen, zijn positie te zekeren. Dus geen Engelse of Amerikaanse invloed in het gebied wat door het Rode Leger bezet was. Daar waar ooit was afgesproken dat het Rode Leger niet zou komen, Griekenland bijvoorbeeld, heeft hij ook niet gedonderjaagd. Er was wel een communistische verzetsbeweging in Griekenland. Maar daarvan zei Stalin, daar heb ik niks mee te maken. Die mogen de geallieerden, mogen die wat mij betreft bestrijden. Maar elders was de zaak anders. En dat is punt 1. Bovendien tastte hij eigenlijk overal ook de grenzen af van wat hij zou kunnen doen vanuit zijn nieuwe grootmachtpositie gedacht. Zo wilde hij bijvoorbeeld, heb ik de Russen voorgesteld, een soort kolonie in wat het huidige Libië is. Nou ja, Libië is nu ook weer de bekende chaos, maar goed, de Russen wilden wel een kolonie in Noord-Afrika. Daarvan, dat begrijp je ook al, is het absoluut niet gekomen. De Russen wilden aan de zeeengte, bij de uitgang van de Zwarte Zee, hebben direct de Turken onder druk gezet, dat zij wilden daar een vlootbasis. Nou ja, die Turken waren pissig, die wilden dat absoluut niet. En de Amerikanen dachten, hallo, een Russische vlootbasis aan de zeeengte, daar gaan we helemaal niet aan beginnen. Dus die hebben ook nog een soort kruiser gestuurd. Kortom, ook daar is het niet van gekomen. Maar het is kenmerkend dat Stalin het geprobeerd heeft. Ik geloof dat Molotov, zijn minister van Buitenlandse Zaken, ook was hij op. We proberen met de kans dat ons dat gaat lukken, die is niet groot. Idem dito had hij ook expansieve plannen in Perzië, of liever in het huidige Iran. Want die olieproductie begon daar net goed op gang te komen. Die was vooral aanvankelijk door de Engelsen georganiseerd en vervolgens door Engelsen en Amerikanen georganiseerd. En Stalin had daar wel wat mee willen profiteren, heeft dat ook geprobeerd, maar dat is ook mislukt. Dus je ziet dat zijn pogingen om, laten we zeggen, zijn invloed nog nader uit te breiden op basis van de enorme successen in de Tweede Wereldoorlog, daar komt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel van terecht. Bovendien, die pogingen van hem, die wekten natuurlijk achterdocht aan de Amerikaanse kant. En daar moet meteen al bij gezegd worden dat sowieso al, als Roosevelt overleden is, in april 1945, dan komt Truman. En Truman raakte wel wat meer in de greep van conservatieve adviseurs. Die zeiden, die Sovjet-Unie, dat is levensgevaarlijk. We hebben nu één tegenstander verslagen, de Duitsers, maar
er is wat voor te zeggen dat dit een nog veel grotere tegenstander, gevaarlijker tegenstander is dan de Duitsers ooit geweest zijn. Dus we moeten eigenlijk opletten wat die Sovjet-Unie doet. En we moeten ook een beleid voeren waardoor eventuele expansionistische neigingen van de Sovjet-Unie, dat die worden opgevangen. Zo gezegd, zo gedaan. Al in 1946, we zijn nu natuurlijk een jaartje na afloop van de oorlog, al in 1946 schrijft een medewerker van de Amerikaanse ambassade in Moskou een telegram, een zeer omvangrijk telegram, wat in de literatuur bekend is geworden als de Long Telegram. Dat was George Kennan. En George Kennan zei, ja, wacht eens even, het hele idee dat je vriendschappelijke betrekkingen kunt hebben met de Sovjet-Unie is een waanidee. Want de Sovjet-Unie ziet ons als vijand. En de Sovjet-Unie zal alles proberen om in principe zijn positie te versterken op basis van een toch al enorm versterkte positie als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. En hij stelt ook voor een specifiek beleid te voeren, namelijk containment. Dus het indammen. Containment is lastig te vertalen. Het is een mooi woord ook, containment. We moeten zorgen voor containment van de Sovjet-Unie. En dat is ook in feite het beleid wat de Amerikanen in de daaropvolgende jaren voeren. Stalin had in allerlei opzichten niks anders verwacht. Het is niet zo dat hij zich in de snor gegrepen heeft en heeft gezegd van oeh, wat erg, wat een gemene rotzakken. Nee, hij wist al van tevoren dat het gemene rotzakken waren. Dus in die zin waren de beide partijen, nadat de Amerikanen hadden besloten om de Sovjet-Unie te wantrouwen sowieso, en om eventuele pogingen van de Sovjet-Unie om hun zijn macht verder te vergroten. Ik moet eigenlijk gewoon over Stalin spreken, want het ging over Stalin. Dat kwam in zekere zin van twee kanten. En dan krijg je de zogenaamde Truman-doctrine, waarin de president niet waar de ganse wereld oproept om te kiezen tussen dictatuur of democratie. Nou ja, ook een beetje retoriek zat daar wel bij, maar het betekende wel dat de Verenigde Staten besloten hadden om in feite Europa te beschermen. En eigenlijk alles wat ze doen in deze jaren, tweede helft jaren 40, doen ze eigenlijk om de zwakke positie van West-Europa enigszins te versterken. Denk aan het Marshallplan, waarvan de bedoeling was dat er vrij forse bedragen zouden worden uitgekeerd aan die West-Europese landen, in de hoop dat in die landen waar de communistische partij vaak heel prominent aanwezig was, de communistische partij geen successen zou boeken. Denk aan Frankrijk en Italië. En dat niet alleen, de Amerikanen besluiten ook dat zij alliantietechnisch aanwezig zullen blijven. En dat zij in Duitsland aanwezig zullen blijven als een bezettende mogendheid. Dat is natuurlijk een ander punt. Rusland zag de bezettingszone in Duitsland, wat later de DDR is geworden, als een belangrijke vooruitgeschoven militaire positie in Europa. Wat ook natuurlijk vanuit het standpunt van de Sovjet-Unie gezien de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ook wel weer deels als begrijpelijk kan worden gepresenteerd, maar desalniettemin, kijk, waar de Sovjet-Unie heerste dictatuur. Al die landen waren bezet. Het was niet zo, wat een gezellige boel is het hier, niet waar? En je kunt natuurlijk zeggen, ja, de West-Europa hoorde tot het Amerikaanse imperium. Maar ja, de Amerikanen kwamen met Donald Duck en de Jazz en niemand had daar bezwaar tegen. Bovendien, Marshallhulp was voor sommige landen vrij omvangrijk. In Nederland viel het wel mee. We hebben het ook vrij snel, voor zover de leningen waren, weer terugbetaald. Hadden wij hier een communistische beweging? Zeker. CPN trok 10% van het electoraat. Dus dat was toch toen 10 zetels in de Tweede Kamer. Die Tweede Kamer bestond toen nog maar uit 100 leden. Dat is pas in 1956, dacht ik, 150 geworden. En het is nu ook veel te weinig. Dus, ik weet niet, dat staat toch wel ergens in de verkiezingsmanifesten dat de Tweede Kamer groter moet, toch? Volt had dat plan, ja. Van 150 naar 250. Dat is een volstrekt realistisch voorstel. Daar ben ik er een warm voorstander van. Nou, maar eens beginnen met 200. Dat is een heel, gezien onze enorm sterk gegroeide bevolking, is dat een heel realistisch voorstel.
Wel nu, de Amerikanen hadden dus besloten al om in Duitsland te blijven als bezetters. Wat natuurlijk voor allerlei mensen in Europa, kijk, toen was de Duitse dreiging, die was net verslagen. Dus dat was iedereen nog op het netvlies geschreven. Inclusief natuurlijk de gruwelen van de Holocaust die geleidelijk aan duidelijk begonnen te worden in Europa. En nu gingen de Amerikanen ook een officiële alliantie aan. Dit waren in de vorm van de NATO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, waarvan vrijwel alle West-Europese landen lid zijn geworden, afgezien van Zweden en Finland. Daarom is het ook zo interessant dat uiteindelijk, lang, lang, lang na de oprichting van de NATO, ook Zweden en Finland lid van de NATO zijn geworden. Wat toch ook in Moskou geschuurd moet hebben. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Mensen denken ook altijd dat als pendant van de NATO onmiddellijk het Warschau-pact is opgericht. Dat is niet zo. Het Warschau-pact is van 1955. En dat is eigenlijk opgericht omdat toen de westelijke geallieerden besloten hadden dat Duitsland in feite herbewapend kon worden en dat er een Bundeswehr zou komen. Dat is het moment waarop de Russen besluiten tot het Warschau-pact. Maar zover zijn we in feite nog lang en breed niet. Want wat er nog gaat gebeuren is namelijk de Koreaanse oorlog. Want die NATO aanvankelijk, dus zeg maar, die is dateert van april 1949. Aanvankelijk is die NATO meer een soort afspraak van de Amerikanen met de West-Europeanen. Jongens, mocht er iets fout gaan, dan staan wij paraat. We zullen jullie verdedigen. Jullie zijn nu machteloos en het stelt allemaal geen zak voor in West-Europa. De boel ligt in puin in allerlei opzichten, maar wij garanderen jullie je veiligheid op lange termijn. Hartstikke goed en hartstikke mooi, want laten we eerlijk zijn, in de luwte van Amerikaanse veiligheidsgaranties is West-Europa ongekend welvarend geworden in de decennia daarna. Maar nu eerst die Koreaanse oorlog, waarbij in feite Noord-Vietnam, Korea was net als Duitsland in feite in twee stukken verdeeld. Ik zal zo nog iets over Duitsland zeggen trouwens. Laat ik dan nu maar even Korea doen. We schakelen zo nog even terug naar Duitsland. Korea was in twee stukken verdeeld. In het noorden was een communistische dictator aan de macht. En in het zuiden was een rechtse dictator aan de macht. En de communistische dictator dacht, dit is het moment om Korea weer te verenigen. Want die man in het zuiden, Syng Man Rhee geheten, die is lang niet zo competent en vechtlustig als wij zijn. Dus hup. Ja, dus die Noord, want dat was wel duidelijk dat die dictator in Noord-Korea, Kim Il-sung geheten, dat is de opa van het huidige jong mens wat daar nu zit. Het is een familiedynastie, eigenlijk ook een, wat een wonderlijke ontwikkeling heb je toch in de wereld, niet waar? Dat die communisten tot, omdat die opvolging zo'n enorm lastig probleem is, niet waar, heb je ook dus familiedynastie. En dit is een familiedynastie, hoe krankzinnig dat ook mogen zijn in een verondersteld arbeidersparadijs als Noord-Korea. Maar wel even voor de duidelijkheid, want we hebben het nu over Korea of Vietnam, want je noemde net ook Vietnam. Vietnam, nee, het gaat om Korea. Korea, ja, precies. Noord-Korea en Zuid-Korea. Want in Vietnam hebben we in principe ook zo'nzelfde situatie gezien. Ja, precies. Maar daar komen we later over te spreken, maar dat kan wel even duren. Voor zover zijn we nog lang niet. Maar Kim Il-sung is wel toestemming gaan vragen aan Stalin. Want zonder steun van Stalin dacht hij, gaan we dat ook niet doen. En aanvankelijk zei Stalin, nou ja, ik ben er niet zo geweldig voor. Maar tenslotte besluit Stalin om toestemming te geven. Onder voorwaarde dat hij zelf geen troepen zal leveren. Wat er ook gebeurt, geen Russische troepen. Ze hebben tenslotte wel Russische luchtsteun gegeven, maar geen Russische troepen. En waarom heeft Stalin waarschijnlijk besloten om dit te doen? Om meerdere redenen. Ten eerste was er een Sovjet-atoombom ontwikkeld en succesvol ontploft in, ik denk, september 1949 ongeveer. Daar kwam bij, ook in het najaar van 1949 hadden de communisten gewonnen in China. Dus het was net of er ineens 800 miljoen nieuwe communisten bij waren. Dat was natuurlijk flauwekul dat die
zo'n gedachte, maar zo werd het ook wel in het Westen, werd het wel beweerd. Bovendien hadden de Amerikanen niet bijster verstandig gezegd, daar strategisch waren ze niet zo geïnteresseerd in het vasteland van Azië. Ze waren strategisch eigenlijk geïnteresseerd in die eilanden die voor de Aziatische oostkust lagen, dus zeg maar van Japan naar beneden toe. Dus ja, al met al besloot Stalin het te doen. En waarschijnlijk tot schrik van Stalin hebben de Amerikanen vrijwel onmiddellijk besloten om te interveneren in dat conflict. En dat hebben ze aanvankelijk, is dat militair briljant aangepakt. Ik moet zeggen dat de Chinezen, in Peking waren nu de communisten, waren nu aan de macht. De Chinezen hebben gezegd, denk erom, als je de rivier de Yalu overschrijdt, dan zullen wij ons melden in het conflict. Ja, desondanks, de Amerikanen dachten toch, weet je wat, nu we toch lekker bezig zijn, we bevrijden ook even heel Noord-Korea. Maar dus de kwestie van de Yalu begon te spelen. Eerst hebben de Chinezen nog een soort waarschuwingsactie uitgevoerd. Hè, waarbij ze, waar ze weer vrij snel mee op zijn houden. Van denk erom, we zijn serieus, hou daar rekening mee. Maar dat hebben de Amerikanen niet gedaan, die dachten bovendien, bekende punt bij de Amerikanen, ach, dat zijn maar een Chinese soldaat en wij zijn veel zwaarder bewapend en we kunnen beter vechten en ga zo maar door. En tenslotte interveneren de Chinezen massaal in de Koreaanse oorlog, wanneer de Amerikanen datgene doen wat de Chinezen hadden gezegd dat ze vooral niet moesten doen. En dan worden de Amerikanen weer teruggedreven in het Koreaanse schiereiland en tenslotte, niet waar, halverwege ongeveer komt de zaak tot stilstand en is sprake van een soort van padstelling. En daarover is eindeloos onderhandeld en tenslotte in 1953 is daar een wapenstilstand gesloten. Vrede is er nooit gesloten, de huidige situatie is gebaseerd op een wapenstilstand. Vandaar dat ook soms wel eens gezegd wordt, kijk, in het Midden-Oosten komt ook nooit vrede, maar laten we nou een wapenstilstand sluiten, want kijk eens naar Korea. Daar heeft de wapenstilstand ondertussen al, nou wat is het, 75 jaar gefunctioneerd in feite. Nu even terug naar Duitsland. In hun eigen bezettingszone beginnen de Russen eigenlijk onmiddellijk met ingrijpende sociaal-economische maatregelen. De landbouw wordt gecollectiviseerd. Overigens in Polen is de landbouw nooit gecollectiviseerd, maar daar is in Duitsland wel. Dus veel grotere percelen met gezamenlijke apparatuur, dat soort van dingen, maar ook andere aspecten. En bovendien verliezen natuurlijk de Duitsers verliezen heel Silesië, ze verliezen Oost-Pruisen. Je denkt aan dat rare splintertje wat er nu nog is, waar Kaliningrad ligt, het voormalige grote god nog aan toe. Wat moet ik natuurlijk eigenlijk onmiddellijk weer, Königsberg, sorry. Ja, Hannah Arendt is er geboren, vandaar misschien. En het is eigenlijk al heel snel duidelijk dat de geallieerden van plan zijn om van de drie West-Duitse bezettingszones, namelijk de Amerikaanse, de Engelse en de Franse bezettingszone, om daar een nieuwe Duitse staat van te bouwen. En dat doen ze ook. En een van de allereerste maatregelen die ze nemen, is dat ze een munt verandering invoeren. Dus de oude Rijksmark wordt afgeschaft. Functioneerde ook voor geen meter allemaal. En de D-mark, de Deutsche Mark, wordt geïntroduceerd. Uiteindelijk een enorm succes geworden. Eigenlijk begint die economie onmiddellijk op betrekkelijk hoog tempo te draaien en leidt tot het bekende Wirtschaftswunder in Duitsland, wat inderdaad toch een hele opmerkelijke ontwikkeling is geweest. Als je denkt dat West-Duitsland ook nog eens een keer 13 miljoen Heimatvertrieben heeft moeten opnemen. En dat tenslotte dus in 1955 geloof ik de industriële productie van West-Duitsland, hè, dus zonder Oost-Duitsland, zonder Silesië enzovoort, dat die groter is dan de industriële productie ooit in Duitsland eerder was geweest. Dan is natuurlijk dat is natuurlijk een heel zegenrijke ontwikkeling geweest. Want wie weet wat voor raar revanchisme tot ontwikkeling had kunnen komen als het economisch heel slecht was gegaan met Duitsland. Stalin die wordt in feite, die speelt in die onderhandelingen geen rol meer. En dan is hij tenslotte zo boos over deze ontwikkelingen. Misschien ook wilde hij de andere geallieerden dwingen om hem alsnog weer uit te nodigen, dat hij besluit tot een blokkade van Berlijn.
En ongelukkigerwijs was de toegang tot Berlijn lag natuurlijk midden in de oostelijke zone, in de Russische zone. En de stad was ook weer verdeeld in 4 bezettingszones. Een Russische zone aan de oostkant en Franse en Engelse en Amerikaanse zone. Het was overigens altijd zo dat je werd... Het grootste geluk van de wereld is dat je in de Amerikaanse zone lag. De Amerikanen stopten er veel meer geld in. En de economieën begonnen, je kreeg Donald Duck erbij. Dus, ja, ik kom altijd terug op die Donald Duck. Maar ik weet nog dat op mijn schoolplein van de lagere school... Ik denk in 1953, maar ik weet niet zeker... werd voor het eerst gratis een eerste nummer van de Donald Duck uitgedeeld. Geweldig. Waarin het verhaal Donald Duck als brandweerman stond. Een van de meest meestelijke verhalen van degene die al die meestelijke verhalen verzon, namelijk Karl Barks. Maar het was natuurlijk toch een soort... Kijk, Amerika heeft altijd enorm... Dat noem je soft power. De invloed van muziek, zangeresjes. Het is echt noodweer. Het is ongelooflijk werkelijk. Soft power. Amerika is een land wat een immense soft power genereerde. Terwijl natuurlijk, ja, TikTok is Chinees, heb ik begrepen. Maar je voelt ook al aan je water dat Chinese soft power, dat zal nooit worden wat de Amerikaanse soft power is. De Amerikaanse cultuur, vaak niet, het is niet altijd even gelukkig, maar is enorm productief en innovatief en dynamisch zou je kunnen zeggen. En dat speelt ook een rol in de internationale politiek. Maar nu dwaal ik wel enorm af. De blokkade van Berlijn. Want in de oorlog, die hele zaak over Duitsland was al in 1943 op papier gezet. En de toegang door de lucht naar Berlijn was goed geregeld. Maar de toegang over water en over de weg was heel slecht geregeld. En die laatste, dat is geblokkeerd door de Russen. Natuurlijk met assistentie van die Oost-Duitsers, die dat ook allemaal leuk vonden natuurlijk. En ik denk dat Stalin toch vermoed heeft dat de geallieerden zouden zeggen, nou ja, sorry, maar dan moeten we Berlijn maar opgeven, want dat op deze manier, want ja, je moest 2 miljoen mensen, moest je in feite in leven zien te houden, terwijl in feite de toegang tot de stad geblokkeerd was. En dat leidt tot de fameuze luchtbrug naar Berlijn. Die hebben ze een klein jaar hebben ze dat volgehouden. Dus met van die Dakota's, met van die C-47's, hebben ze in feite die luchtbrug uitgevoerd. En in feite voor 2 miljoen mensen brandstof, voedsel en alles wat noodzakelijk is per vliegtuig aangevoerd. En dan haalt Stalin Baksheil, hij begrijpt, hij heeft verloren. En dan, niet waar, schikt hij zich naar de... In feite naar de nieuwe situatie, dat is dan dus in 49. Ik denk mei 49 en dan in het najaar van 49 komt de West-Duitse bondstaat tot stand met als kanselier Konrad Adenauer. Die toen al, ik denk achter in de 70 was. Ja, van al dat gelul over nieuwe en jonge politici en boel. Ja, Adenauer is zonder enige twijfel een van de allerbeste bondskanseliers die er ooit geweest is. En hij heeft er natuurlijk meer dan 10 jaar gezeten. En hij is per slotte pas vertrokken toen hij begin in de 90 was. Toen had hij misschien ook wel iets eerder en beter kunnen. Maar goed, Adenauer heeft het fantastisch gedaan. En is reclame voor het feit dat je ook met oudere politieke leiders, dat helemaal zo gek nog niet is. Al weet ik niet of Churchill in Engeland na die nederlaag van Labour begin jaren 50 het nog een keer had moeten doen. Niet zo verstandig misschien. Maar denk aan de Gaulle natuurlijk in 58. Die Frankrijk toch, hoe je het ook wendt of keert, ik ben verder geen gaullist of zo. Maar Frankrijk toch uit de puree heeft gehaald op dat moment. In allerlei opzichten een koers heeft uitgezet die Frankrijk nog steeds voert. Dus ja, ook oudere leiders, voordat dat weer allemaal afgebrand wordt. Dat je het hele idee dat jonge mannen geschikte politieke leiders zijn, is een ingrijpende misvatting naar mijn idee. Omdat ze toch vol zitten met testosteron en van alles moeten bewijzen. Nou ja, daar komt altijd ellende van. Nou ja, nu zijn we dus zover dat het eigenlijk wel duidelijk is hoe de Koude Oorlog eruit gaat zien. Want het woord Cold War,
Dat was door Churchill gelanceerd in 1946 in een toespraak. Hij was toen oppositieleider in het parlement. Maar goed, hij houdt een grote toespraak in Amerika. In Fulton, om precies te zijn. En daarin zegt hij, een scheiding heeft zich voltrokken in Europa, niet waar. Een ijzeren gordijn is in Europa neergelaten. Er is een koude oorlog begonnen. Overigens, de term ijzeren gordijn had Goebbels al verzonnen, als ik het wel heb. Dus hij was al eerder op het idee gekomen dat eventueel een succes van het Rode Leger zou kunnen leiden tot een tweedeling in Europa. En nou ja, we weten allemaal, dat heeft geleid tot een tweedeling in Europa die tot 89 intact is gebleven. Maar daar zijn we ook nog lang en breed niet. Stalin is ondertussen bezig met zuiveringen in zijn eigen land. Ook altijd volkomen nutteloos en gedreven door die rare paranoia waar hij last van had. Antisemitisch was het in allerlei opzichten. Waardoor hij een aanzienlijk deel van, laten we zeggen, de Sovjet-intellectuelen ook weer van zich vervreemde. Die waren natuurlijk bang dat ze ook op enige wijze aan de buurt zouden komen. En Stalins laatste daad is eigenlijk geweest dat hij in 1952 heeft hij de zogenaamde Stalin-notes verstuurd. En eigenlijk is er nog steeds twist over de relevantie van de Stalin-notes. Want wat stond er in de Stalin-notes? Dat deed eigenlijk Stalin, de Sovjet-Unie, het voorstel om Duitsland toch weer te herenigen, maar te neutraliseren. Dus het zouden geen troepen op Duits grondgebied mogen staan en Duitsland zelf zou ook niet een leger tot ontwikkeling mogen brengen. Was dat nou niet een leuk voorstel, want dan was de Duitse herinnering toch daar. En ja, en nu is de vraag eigenlijk, hoe serieus was dat voorstel van Stalin? Ik moet er direct bij zeggen, het is onmiddellijk geweigerd door de westelijke geallieerden. Terwijl je zou kunnen zeggen, want dat herinnerde Duitsland, er zouden ook vrije verkiezingen gehouden mogen worden. Als daar vrije verkiezingen waren gehouden in, zeg, de vorige jaren 50, bestaat er niet de geringste twijfel dat de communisten die dik verloren zouden hebben, dat die in feite kansloos zouden zijn geweest. Dus het zou in die zin, zou het in het voordeel van het Westen kunnen zijn. Maar nogmaals, het Westen zag het eigenlijk totaal niet zitten. Adenauer zag het totaal niet zitten en die was eigenlijk heel gelukkig met de integratie van West-Duitsland in een westerse bondgenootschap, daar moeten we het nog verder over hebben. Dus het aanbod wordt door het Westen geweigerd. Vandaar dat er nog steeds discussie is van waarom niet eigenlijk. Bijvoorbeeld iemand als George Kennan vond het helemaal niet zo'n slecht idee. Ik moet zeggen dat Zubok, die is daar vrij streng. Ja, Zubok is uitgesproken kritisch over Stalin. Ik denk grotendeels terecht. En Zubok zegt, het is nooit serieus bedoeld geweest. Het was alleen om verwarring te stichten. En in de hoop dat de Europese bondgenoten van Amerika, dat die herrie met Amerika zouden krijgen. En nou ja, dat het Westers bondgenootschap langs die weg verzwakt zou worden. Dat was eigenlijk volgens Zubok de intentie van Stalin. En ik weet het gewoon niet. Ik denk dat Zubok wel gelijk heeft, maar dat dacht ik vroeger niet. Dus vroeger dacht ik nog wel eens van, nou ja, wat is er eigenlijk tegen? En was er een geneutraliseerd Duitsland geweest. Waarschijnlijk het economisch succes was geen haar minder geweest. En dan had de DDR niet moeten blijven bestaan tot november van het jaar 89. Maar ik ben door hem wel enigszins overtuigd geraakt dat Stalin eigenlijk een ongelooflijk cynische realist was, maar wel een door en door slecht mens. Ja, daar valt niet aan te ontsnappen. Hoezeer ook het begrijpelijk is dat de Sovjet-Unie zich wilde wapenen tegen het nieuw Duits gevaar. Want dat moet ik er nog bij zeggen. Stalin was ervan overtuigd dat de Duitsers na 20 jaar herstel gewoon weer overnieuw zouden beginnen tegen de Sovjet-Unie. Oké. Stalin overlijdt in maart 1953. Moet ik opletten dat dit verhaal niet te lang wordt, dus dan moet jij even opletten. Ik heb geen idee.
Want het moet sowieso moet het verdeeld worden voordat we in 89 zijn. Ja, en verschillende delen. Valt er nog veel te bespreken. Dus. Maar geef jij maar aan waar je zegt van oké, hier is een logisch moment om een tweede deel te beginnen. Oké, nou nu nog niet. Okay. Stalin gaat eerst dood, die gaat verschrikkelijk, gaat gruwelijk dood, want Stalin krijgt een hersenbloeding. Liggend op een canapeetje in zijn dacha. En nou ja, het is duidelijk, het bedienend personeel denkt, oh jee. En Stalin is niet goed geworden, maar ze durfden er niks aan te doen. Want iedereen was zo godvergeten bang voor Stalin. Dat ja, als je maar ging verleggen of zo en hij zou weer beter worden. En het zou blijken dat je iets verkeerd had gedaan, dan kon je het meteen vergeten. En dan werd je meteen doodgeschoten, zou ik maar zeggen. En dus zijn politbureau wordt op de hoogte gebracht. Dus de leidende figuur in het politbureau. Dus Malenkov, Mikoyan, Beria, Molotov. En Gorbatsjov, dat soort lui wordt op de hoogte gebracht. En nou ja, die zijn ook zo ontzettend bang voor Stalin, dat ze niks durven te doen. Die zeggen, ja, wat ze zeggen ook, we gaan kijken naar die Dacia. Maar ja, Stalin heeft daar in feite op gruwelijke wijze 2 dagen dood liggen gaan. En waarom was dat zo? Waarom kon die niet behoorlijk verzorgd worden? Omdat iedereen doodsbenauwd voor hem was. Dat is natuurlijk ook een... Niet waar, hij werd eindelijk gestraft voor... Ja, als je dat straf wil noemen, maar... Voor natuurlijk de gruwelijke wijze waarop die in de loop der tijden... met zijn collega was omgegaan. Hij heeft bijvoorbeeld, terwijl Molotov minister van Buitenlandse Zaken was... liet hij de vrouw van Molotov arresteren. Dat je ook denkt, wat een land, wat een complete waanzin. En hoe is het nou toch gods mogelijk dat in zo'n politbureau zo'n idioot als Stalin aan de macht komt? Nou ja. Maar wat is de reden dan dat hij die vrouw liet arresteren? Ja, ik geloof dat de Molotovs vrouw Joods was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook waarschijnlijk om Molotov te pesten. Ja, om Molotov bang te maken van, oh jee. Hoe je dan met je baas omgaat als die ondertussen je vrouw laat arresteren, dat weet ik ook niet precies. Maar het is gruwelijk, het is echt gruwelijk. Er is zo'n verhaal, dat komt uit het boekje van Milo van Gilas. Dat heet Conversations with Stalin. Dat er werd enorm gezopen door dat politbureau. Dus 's avonds gingen ze aan de drank. En dan hadden ze 1 keer per week, geloof ik, hadden ze een vruchtensapdag. Dus dan moesten ze een beetje van de drank afkicken. Maar Gilas komt met een verhaal dat Stalin dan... Ze hebben weer behoorlijk zitten zuipen. En dan zegt Stalin tegen Khrushchev, die enigszins gedrongen en dikke man was. Khrushchev, jij lijkt Nikita, want ze weten die van voren. Jij lijkt sprekend op een beer, jij moet maar eens een dansende beer spelen. Ja, je zegt Khrushchev nog, ja, liever niet, en ja, niet zo'n leuk idee. En, jij moet een dansende beer spelen. En ja, je wist, dat als die boos werd, dan was je de klos, dat overleefde je niet. Dus ja, Nikita Khrushchev heeft daar een dansende beer gespeeld. Volgens Milo van Gilas. Overigens een boekje wat ondertussen een beetje vergeten is geraakt. Maar het biedt wel een heel ongelukkig inkijkje in. Wat een toestand. Hoe heet het toch een keer? Conversations with Stalin heet het. Dus het is een heel dun boekje. Het was ooit een Pelican special in mijn herinnering. Maar ja, ik stond er toch toen ik het las. Zat ik er toch van te kijken, moet ik je wel bekennen. Ja, nu is Stalin dus dood. Wat nu? Want wie moet hem opvolgen? In dit soort van landen waar de opvolging dus niet geregeld is, dat is het fijne van een democratie. Je weet altijd als de zittende minister-president, als die het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging verliest, ja, dan krijgen we verkiezingen. En in principe in een land als Nederland krijgen we dan... De leider van de grootste partij, die mag de minister-president of zelf zijn, of hij mag iemand als zodanig aanwijzen. Maar niet in dit soort van ja, totalitaire systemen, waar het er vaak op neerkomt dat als je niet je concurrenten weet te vermoorden, dat jij vermoord wordt. Dat is een beetje het patroon. We zullen zien dat hier wel meevalt, maar... toch wel ook wel enigszins een onderdeel is van de gang van zaken. Al heel snel vormt zich een soort trio
wat duidelijk de nieuwe macht, de minimum machthebbers zijn, dat is Malenkov. En Beria, de voormalige chef van de, of de chef van de geheime politie, van de KGB, en Khrushchev. Iedereen denkt dat of Malenkov, maar toch waarschijnlijk Beria, tenslotte de echte baas zal worden. En Khrushchev, die staat een beetje in de schaduw. Maar het verhaal is tenslotte heel anders afgelopen. De kwestie is dat in dat eerste jaar, als dus niet duidelijk is wie precies de macht zal krijgen, Beria ook beleidsmatig een belangrijke rol speelt, waarbij die overigens gesteund werd door Malenkov. En dan komt dat plan weer terug over Duitsland. Moeten we niet, is het niet veel verstandiger om, het is duidelijk dat trio met dat hele idee van de andere geallieerden, dat is de vijand en ze zijn nooit te vertrouwen. Het is duidelijk dat zij opereren met een idee, we moeten die betrekkingen met die anderen, met de rest van de wereld, die moeten genormaliseerd worden. We kunnen niet op die paranoïde weg voortgaan als waar Stalin ons opgeleid heeft. Ze zien de tekorten wel in. Zij waren ook, zeker Beria waarschijnlijk, de bedenkers van misschien ook wel van die Stalin-notes. En zijn, het voorstel is toch weer terug. Laten we Duitsland herenigen. Laten we over die kwesties in Europa in gesprek gaan met onze voormalige geallieerden. En als dat gesprek is niet aangegaan over Churchill, toen weer minister-president in Engeland geworden. Die was daar wel voor. Die zei, laten we nou met ze gaan praten. Want dit is een moment waarop een zekere opening is ontstaan. Omdat dit zijn weliswaar lui uit het bestaande politbureau. Maar het is zo klaar als een klontje dat ze niet van plan zijn om Stalins beleidslijn te volgen. Maar daarvan is het niet gekomen. Het is niet tot besprekingen gekomen. Of die bespreking iets zou hebben opgeleverd, weet ik niet. En zodoende is de DDR, niet waar, die was ook tot stand gekomen in 1949. Die arme DDR-burgers die hebben nog tot 1989 in de DDR gewoond. Al was het toen al zo dat op grote schaal mensen de DDR verlieten en naar West-Berlijn wandelden en vandaar dan, ik weet niet of je toen nog over de weg ook terug naar West-Duitsland kon of dat het dan meteen door de lucht moest, dat weet ik eerlijk gezegd niet zeker, maar goed, het was aan iedereen duidelijk dat de economische ontwikkelingen natuurlijk in het westen van een totaal andere aard waren dan in het oosten, dus de DDR heeft altijd bevolking gelekt op betrekkelijk grote schaal. Wel nu, het bleek toch eigenlijk dat iedereen in het politbureau zo ongelooflijk bang voor Beria was, de chef van de KGB, die bovendien natuurlijk van iedereen de geheimen kende en niet voor een kleintje vervaard was, bijvoorbeeld ook van Stalin in de tijd de opdracht had gekregen om chef te zijn van die ontwikkeling van die atoombom. Ze besluiten gezamenlijk Beria te arresteren. Dat hebben ze ook gedaan in 1953 al en ze hebben ook tenslotte Beria doodgeschoten. Waarbij Malenkov had aanvankelijk Beria gesteund, maar die doet mee aan de samenzwering tegen Beria. En Khrushchev speelt daar in een belangrijke rol en het begint duidelijk te worden dat eigenlijk Khrushchev de winnaar is van, laten we zeggen, de machtsstrijd binnen het politbureau. De underdog. De underdog is de winnaar. He, je ziet dat vaak zo is natuurlijk, dat je waarschijnlijk zullen de anderen gedacht hebben, ach, dat valt wel mee. Khrushchev had niet veel onderwijs genoten, was een beetje een sympathieke figuur in allerlei opzichten, die natuurlijk wel een medewerker van Stalin, en je kunt je afvragen of überhaupt iemand die medewerker van Stalin is geweest en de waanzin overleefd heeft, in hoeverre die sympathiek kan zijn. Maar Khrushchev was, en dat zou nog blijken, wel een voorstander van een zekere opening naar een min of meer normale situatie. Goed, ze schieten Beria dood en daarmee is eigenlijk ook het moorden in eigen kring voorgoed afgelopen. We zullen zien als Khrushchev zelf eruit vliegt in 1964 dat ze hem niet doodschieten, maar
Hij heeft dan tot 72 in een villaatje ergens buiten Moskou gewoond. Dus die onderlinge moordpartijen, daarmee was het eigenlijk blijvend afgelopen. Het was natuurlijk toch wel duidelijk dat er een gesprek mogelijk was nu met de Sovjet-Unie en met de andere geallieerden. En het komt ook tenslotte tot een gesprek in Genève. Dat is na 10 jaar de eerste keer dat de leiders van de Verenigde Staten en Engeland en de leiders van de Sovjet-Unie elkaar treffen. Er was ook sprake van een zekere Spirit of Geneva. Het ging in redelijk overleg onder elkaar. Khrushchev vond Eisenhower wel een aardige man. Wat Khrushchev zich bovenal realiseerde. Hé, nu hebben we het busje van de Deutsche Post. Het elektrische busje. Zou die ons nu aanspreken omdat hij ook misschien een kleine bijdrage wil leveren aan de podcast? Het is voor het eerst dat de Deutsche Post niet met 80 km per uur door de straat raast, maar in feite tot stilstand komt. Misschien gaat hij mij een cadeautje bezorgen van Olaf Scholz, wie zal het zeggen. Nee. Heb je iets besteld? Nee. Ja, ik heb wel iets besteld, maar dat zou pas een woensdag afgeleverd worden. Oh. Dus dat kan niet kloppen. Dat kan niet kloppen. En waar waren we? Bij de Spirit of Geneva. Want wat eigenlijk een rol ging spelen in toenemende mate is de kwestie van de atoombom. En nou ja, van het steeds toenemende gevaar wat volgens allen van de ontwikkeling van die atoombom uitging. Want ondertussen was de atoombom ook in een nieuwe fase geraakt, namelijk die van de waterstofbom. En het was duidelijk dat de explosieve kracht van waterstofbommen min of meer onbeperkt was. Russen hebben wel eens later een 100 megaton bom tot ontploffing gebracht. Terwijl ik geloof dat Hiroshima is 18 kiloton als ik het wel heb. Dus dat was van een totaal andere orde. Een waterstofbom werkt ook anders dan een atoombom. Alleen kunnen we daar niet op ingaan nu. Ik heb alles toch een keer over die atoombom een verhaal gehouden. Heb je het kort over gehad, ja. Oké. Kunnen we misschien ook wel eens een keer wat langer doen. Hoe zijn we aan dat ding gekomen? Hoe moet het daar verder mee? Is het überhaupt een zinvol wapen? Nou ja, enzovoort. Dus ja, men maakte zich wederzijds. Eisenhower was bezorgd over die, laten we zeggen, over de wapenwetloop tussen Oost en West. Daar heeft hij ook bij zijn afscheid een fameuze toespraak over gehouden. En Khrushchev maakte zich daar ook wel zorgen over. Vooral natuurlijk omdat de Russen begrepen dat ze altijd achterlagen op de Amerikanen. De Amerikanen hadden altijd alles sneller en beter dan de Russen. Bovendien beschikte natuurlijk, de Russen hadden natuurlijk nu een bom sinds 1949. Maar je hebt niet zoveel aan een bom als je niet het transportmiddel hebt voor een bom. Dus dat zeggen dat je flink wat bommenwerpers moet hebben. Nou, Amerikanen beschikten over de allermodernste bommenwerpers op dat moment. Ik denk, ik moet even goed nadenken, maar de B-52 was toen al klaar. Die vloog toen al, zo godswonder. De B-52 vliegt nog steeds. Zei dat wel nieuwere versies zijn, maar toch een fantastisch toestel om te zien. Ja. 8-motorig straalbommenwerper met van die fraaie vleugels en zo. Als u denkt, ik wil wel eens een B-52 zien, dan moet u naar Duxford. Daar is een groot Engels luchtvaartmuseum. Ik heb er al eens eerder reclame voor gemaakt. En die hebben een fantastische nieuwe hal gebouwd. En u loopt binnen over een soort loopplankje. En dan denkt u, hé, dat is de cockpit van een B-52, want u heeft misschien die film gezien How I Learned to Love the Bomb, hoe heet het ook alweer? Mijn geheugen laat me toch op strategische momenten wel lelijk in de steek. De ouderdom, die treft mij wel. Hoe heet dat nou, die film? Zal ik eens even intikken, want ik weet niet... Prachtige film. Wat moet ik intikken? Film? Ja, film over de atoombom. How I Learned to Love the Bomb. En dan komt volgens mij de titel van die film direct tevoorschijn.
Als u die film niet gezien heeft, dan raad ik u aan hem alsnog op enige wijze te bekijken. Dr. Strangelove, sorry. Zo heet de film, Dr. Strangelove. Een soort van Kissinger-achtige figuur, gespeeld door Peter Sellers. Ja. Dat is en hier staat, how I learned to stop worrying and love the bomb. Oké, het is iets langer dan ik me herinnerde. Maar goed, Dr. Strangelove, een schitterende film. Kijk nog even wie de regisseur is. Die is ook heel bekend en beroemd. Stanley Kubrick. Kubrick, ja, die heeft ook Lolita gemaakt. Maar goed, als u Dr. Strangelove niet heeft gezien, bekijk hem dan. Het is in alle opzichten is het... Vat het alles samen van de hele Koude Oorlog. Het is een zwart-wit film. En de United States Air Force wilde niet meewerken aan het film. En die hebben toen heeft Kubrick, die heeft een soort van mock-up van de cockpit van een B-52 laten bouwen. Die volgens mij vrij precies klopt. Maar goed, ondertussen loopt u op een loopbruggetje dat nieuwe paviljoen in Duxford. En dan denkt u, hé, dat is de cockpit van een B-52. En dan later beseft u pas dat die hele B-52 in dat paviljoen staat. En dat de vleugels dus aan de randen raken. En dat die cockpit, dan daarachter ligt natuurlijk de romp van de B-52. De bovendien zijn er ook al andere prachtige. Een van de meest wonderlijke aspecten van de Koude Oorlog is dat er vanwege die oorlogvoering zulke fantastische vliegtuigen zijn gebouwd die anders nooit gebouwd zouden zijn. Ook die spionagetoestellen. Dat is een U-2. Ga naar Duxford. Als u het interesseert, ga naar Duxford. U heeft vast wel een neefje die het ook enorm leuk vindt om zo'n Heinkel-bommenwerper te zien. Of een Messerschmitt 109 of een Spitfire natuurlijk. Duxford. Overigens is er ook in Nederland een militair museum. En ik moet u zeggen, dat is die connectie daar. U moet ervan houden, dat spreekt voor zich. Maar de connectie daar is zeer de moeite waard. He, als u zich afvraagt hoe groot is zo'n Leopard tank nou. En zo'n Leopard 2 tank, hoe ziet die er eigenlijk uit. Dan kunt u daar uw hart ophalen. En ze hebben ook bovendien allerlei hele interessante vliegtuigen. En waar is dat? In Soesterberg. Soesterberg, precies, ja. Zeer de moeite waard. En daarna kunt u eerst zo'n winkeltje, dus dan kunt u al militaire kleding kopen. Of een modelletje van een vliegdekschip. Of dat het is een enorm groot gebied daar, hè? Ja, daar in Soesterberg. Ja. Ja, want er hoort een vliegveld bij. Ja. Maar dat wordt ook wel grotendeels voor woningbouw gaan ze dat gebruiken. Is dat zo? Volgens mij. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Het grootste deel van het vliegveld wordt volgens mij voor woningbouw gebruikt. In de toekomst. Ik weet niet hoe ver we nu zijn. Wie weet, dit is een goed voorbeeld van, je hebt een groot gebied, je kunt er woningen bouwen, maar het gebeurt niet. En de shelters staan daar ook nog steeds? Ja, of er zijn bezwaarschriften of procedures. Er gebeurt in feite niet zo verschrikkelijk veel. Wij waren ondertussen gebleven bij de Spirit of Geneva en de wederzijdse zorg over de wapenwetloop, in het bijzonder de nucleaire wapenwetloop. En Khrushchev die... zei, god, die Eisenhower is een hele aardige man. En Khrushchev had ook het gevoel dat Eisenhower ook wat bezorgd was over die wapenwetloop. En dat de Amerikanen helemaal niet a priori van plan waren om de Sovjet-Unie aan te vallen zoals Stalin altijd gedacht had. Dat niet het geval was. Dat was eigenlijk, want verder is er niet zo verschrikkelijk veel besloten in Geneva. De Spirit of Geneva was eigenlijk al... toch een signaal dat er de stemming, de aard van die Koude Oorlog, althans tijdelijk iets minder was geworden. Nu, dit zou een puntje kunnen zijn om het af te sluiten en met Khrushchev door te gaan. Ik weet niet, hoe lang heb ik al nu over die... Ik denk een uurtje ongeveer. Oh, nu al een uur? Ja. Oh, dan is het verstandig dat we nu overgaan. Hoe laat is het? Ik heb geen idee hoe laat het eerlijk gezegd is. Even kijken... 4:10. Ja, laten we dan nog maar wat vragen doen. Ja. En Khrushchev tijdelijk aan zijn lot overlaten. Want de Koude Oorlog warmt weer wat op, zullen we zien. Als Khrushchev in 1958 plotseling besluit dat de Berlijnse kwestie geregeld moet worden.
Wel begrijpelijk natuurlijk. Ik had net al gesignaleerd dat natuurlijk de DDR, die heeft altijd personeel gelekt. Dus zodra je iets kon, dan vertrok je als een scheet naar het westen natuurlijk. En ja, met als gevolg dat die DDR niks kon worden in allerlei opzichten. Maar daar gaan we dan, hoe dat afloopt, want dat was toch een soort ultimatum van Khrushchev aan het westen. Die zaak in Berlijn moet geregeld worden. Dat loopt tenslotte op een hele eigenaardige manier af. Daar gaan we het dan over hebben. Is dat in het volgende deel? In het volgende deel loopt dat af. En in het volgende deel ga ik een heel eind door tot en met het afzetten van Khrushchev. Dan hebben we nog de Cuba-crisis. Khrushchev wordt eruit, de laan uitgestuurd in 1964. En mocht ze gewoon doorleven, ze hebben hem niet vermoord. En dan wordt de Brezhnev aan de macht. En dan beginnen we met de détente-politiek. En dan tenslotte ga ik ook nog iets zeggen, want dat is erg leuk bij Zubok, over zeg maar de stemming in de Sovjet-Unie. En dat er toch een soort ja, moderne intelligentsia ontstaat die in allerlei opzichten hoogst ongelukkig is met de hele gang van zaken. En Vietnam? Vietnam, dat is natuurlijk eigenlijk iets wat voor de Russen een heel andere propositie was dan voor de Amerikanen. Want de Russen vonden het eigenlijk wel dat Amerika zo ongelooflijk stom was geweest om zich in dat moeras te begeven. Dat gaf hen in feite mogelijkheden. Hmm. Dus dat komt wel, maar is eigenlijk een typisch Amerikaanse zaak. En ga je ook nog iets zeggen over het huidige conflict in Oekraïne in relatie tot dit verleden? Nee, dat denk ik niet. Met die verstande dat volgens mij Khrushchev, maar wat ik ook nog natuurlijk moet zeggen, dat betreft 1956, maar ja, we hebben nu gestopt met de Spirit of Geneva. Namelijk dat Khrushchev Stalin aanvalt en zegt dat die Stalin een ongelofelijke boef geweest is. En dat had een enorme uitstralend effect eigenlijk in het hele Sovjet-imperium. Maar goed, dat moet dan dus ook nog gedaan worden. Maar Khrushchev heeft ooit de Oekraïne cadeau gedaan. Nee, hoe was het anders? Het ging over de Krim, sorry. Khrushchev heeft ooit de Krim aan Oekraïne cadeau gedaan. Want ook de Sovjet-Unie bestond uit verschillende republieken. Al was de werkelijkheid natuurlijk dat die geen bal te vertellen hadden. En om de Oekraïne te belonen, omdat de Oekraïne van alle gebieden in Rusland eigenlijk het meest had geleden onder de Duitse inval en bezetting, heeft hij ter beloning van het dappere gedrag van de Oekraïners de Krim aan Oekraïne cadeau gedaan. Terwijl die eigenlijk normaal tot Rusland behoorde. En nou goed, dat speelt nu nog steeds een kwestie van wie is de Oekraïne eigenlijk. Zuiver volkenrechtelijk hoort de Krim bij de Oekraïne. Maar je kunt historisch gezien kun je zeggen, nou ja, is dat nou zo? Is dat nou niet zo? Maar goed, de Oekraïne zegt geen gelul. Datgene wat zich verzelfstandigd heeft in 1991, dat hoort bij ons, dat zijn wij. En daar komt ook de benaming de Oekraïne vandaan, hè? Ja, daar weet ik ook niet waarom de Oekraïne. Wij leerden nou eenmaal de Oekraïne. Omdat het een gebied was van. Maar nu moet je altijd zeggen Oekraïne. Sterker nog, altijd als ik de Oekraïne zeg, dan is er altijd het hele schoolmeesterdom in Nederland staat op en zegt, nee, het is Oekraïne. Stommerd. Weet je dat nou nog niet? Stomme eikel. Nou ja, dit werk. Ja, er zijn wat bedweters. Ja, bedweters, dat is in Nederland een heel speciaal. Waarschijnlijk hebben ze overal hè, bedweters, denk ik althans. Ja. De bedweter is overigens een interessant woord, want een bedweter, dat laat zien dat hij het niet beter weet. Een bedweter is een heel andere persoon dan een beter weter. Dat moet je wel scherp uit elkaar houden. En wat is het verschil dan? Dat een bedweter, die denkt iets beter te weten, maar of het is irrelevant, of hij weet, heeft het zelf niet bij het rechte eind. En een beter weter weet het echt ik, beter. Ik wil niet kinderachtig zijn en weer een zaak oprakelen, maar ooit had ik met mevrouw van der Plas een klein conflict over de betekenis van D-Day. En zij beweerde dat zij wist hoe dat was, maar zij bleek een bedweter. En ik bleek een beter weten. Ja, je begrijpt hoe fijn het is om dit nog eens even aan te punten. Eigenwijs portret. Goed. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, maar hij had wel ook de inval in Oekraïne verkeerd
Ja, daarbij, bij alle gelegenheden is er altijd iemand die nog zegt, ja meneer Wolfsma, ik wil u toch, nu ik u toch zie, eens vragen, hoe komt het nou dat u dat zo volledig bij het verkeerde eind had? En het gekke is dat het gaat erom dat dat gesignaleerd wordt, want dan ga ik uitleggen waarom ik het volledig bij het verkeerde eind had. Dat is namelijk een prima en vrij rationele verklaring voor. Maar dan willen ze helemaal niet horen. Het gaat erom dat er geconstateerd wordt dat ik ongelijk had. Waarbij zij natuurlijk altijd suggestie wekken dat zij in de tijd gelijk hadden. Maar ja, dan zeg ik altijd, sorry meneer, dat geloven wij niet a priori. Heeft u een notariële verklaring afgelegd in, was het 24 februari vorig jaar, dit jaar, sorry. Nee, 24 februari ja. 2022. Kijk, zie, ik ben het ook in het jaartal. Ja, want niets is zo makkelijk als gelijk achteraf. Ja. Als niemand u ooit beluisterd heeft bij het uitspreken van het gelijk of het ongelijk. Ja. Ja. Maar goed, we gaan dus Khrushchev, die overleeft nog even tot 64. Ja, een beetje een vreemde figuur in allerlei opzichten, zoals we zullen zien. Het onderwerp wat we nu gaan doen is de Sovjet-Unie. Ja, die Sovjet-Unie die ligt daar nog te sissen. Nee, ik weet niet wat voor soort geluid de Sovjet-Unie maakte. Ja, we hadden gehad. Ik denk dat het in 3 stadia moet worden besproken. We hebben het eerste stadium gehad. Dat eindigde eigenlijk bij de samenkomst in Genève van de leiders van de grote mogendheden. En daar kwam het tot de zogenaamde Spirit of Geneva. Je moet dat in positieve zin zien. Een goede geest waarde door Genève. Waar natuurlijk bijeen kon worden gekomen in de gebouwen van de daar ooit gevestigde Volkenbond. En wat eigenlijk duidelijk werd in Genève, ook aan Khrushchev, die daar eigenlijk voor het eerst ook op het internationale toneel prominent figureerde, en samen met Bulganin geloof ik, die was er ook bij, een soort van assistent die hij altijd bij zich had, was dat hij besefte dat met name Eisenhower zich net zulke zorgen maakte over de nucleaire wapenwetloop als zij deden. En dat hij ook wel de indruk had gekregen dat anders dan wat de propaganda in de Sovjet-Unie wilde, namelijk dat Amerika eigenlijk uit was op korte termijn op een gruwelijk gigantisch conflict, waarin zo'n geweldig land als de Sovjet-Unie zou worden verpletterd, dat daar eigenlijk geen sprake van was. Evenmin van het omgekeerde natuurlijk ook, dat schrijft Zubok in een latere fase van zijn boek, al die rare Amerikaanse paranoia over wereldheerschappij, waar de Sovjet-Unie naar zou streven, er was, althans in de archieven, was daar niets, maar ook niets van te vinden. Dus dat was de Spirit of Geneva. Iets van enige grote importantie is daar nooit besloten. Maar alleen de sfeerverbetering kan al in internationale kwesties natuurlijk toch een zaak van belang zijn. Dan de volgende jaren, en we moeten beginnen eigenlijk met aan het begin van 1956, waarop Khrushchev een grote reden houdt die aanvankelijk geheim is, maar er natuurlijk toch uitlekt en omdat de tekst ook vrij breed verspreid werd, waarin hij in feite Stalin aanklaagt en alle misdaden van Stalin, ook in de tijd van de showproces in de jaren 30, maar ook de minachting voor het menselijk leven in de Tweede Wereld. Nou ja, Stalin wordt neergezet als een gruwelijke tiran. En het is zaak, niet waar, om aan de verheerlijking van die tiran en sowieso aan het Stalinisme in de breedste zin van het woord een eind te maken. Die reden van Khrushchev, die geloof ik uren duurde, want je weet, daar hadden ze een patent op in de communistische landen, dat een lezing duurde niet een uurtje, of een toespraak duurde niet een uurtje, maar toch al heel gauw 4 uur, 4,5 uur, om mensen eigenlijk op hun stamina te testen kennelijk. Heb jij je daar ook door laten inspireren? Nou ja, je weet dat Castro, die hield ook lezingen, of die zei toespraken van meerdere uren, waarbij die ook ondertussen vaak een broodje had en zo. En daar hadden we het ooit een keertje over in Eindhoven, bij het Studium Generale. En toen zei ik, ja, een beetje uit de losse pols, zei ik, maar dat kan ik ook wel. Ja, zonder een broodje te eten. En toen zei ze, nou, dan wouden ze dat wel eens zien. Ja, oké, zou het organiseren in de Blauwe Zaal in Eindhoven. Kunnen het navragen.
ben om 7 uur begonnen. En ik ben om 12 uur geëindigd. Zo. Ja. Ik heb wel 1 keer, halverwege heb ik een kop koffie gedronken. Dat wel. En natuurlijk een glaasje water erbij. Maar ik zou het nu niet meer kunnen. Het is natuurlijk toch wel relatief inspannend. Maar het bleek doodsimpel om de tijd te vullen. Echt. Ik neem gewoon mijn hoorcollege over de 20e eeuw. Dat is heel simpel. Ja. En sterker nog, ik had nog de grootste moeite om op tijd klaar te komen. Ik kwam er snel op neer. En ik had ook gezegd van God, als u na 3 uur denkt van nou, dit is wel mooi geweest, ik vertrek. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen, want het is eigenlijk een soort experimentje. Kan ik het of kan ik het niet? Maar de andere vertrekkers bleven enorm mee te vallen. Dus die oude zaal is een vrij grote collegezaal. Die zat nog goed vol om 12 uur. Wat een leuk experiment al, ja, dit. Ja. En nogmaals, ik zou het niet nog een keer doen, maar ik heb in ieder geval bewezen dat ik het kon. Maar je colleges zijn vrij lang normaal. Nou, je weet dat ik in Schouwburg, dat ik daar altijd veel te lang spreek. Je hoort niet waar het fatsoenlijk in optreden is, 1,5 uur. Het begint om 8 uur, het is om 9:30 afgelopen. Dat kan ik helemaal niet. Zelfs gisteren had ik me voorgenomen om tijd op te houden met 9:50. En het gekke is dat vaak met het inleiden ben ik al 1 uur kwijt. Dus dan moet je nog aan het onderwerp beginnen. En dat kan natuurlijk wel even duren, ja. Heb ik je niet verteld van die man in Bovenkarspel? Nee. Oh, nee. Ik was in Bovenkarspel. Ook om 8 uur begonnen. Ik was om 10:30 nog lekker bezig, zal ik maar zeggen. Ik had zelf ook niet zo in de gaten hoe laat het was geworden. Er stond er een oudere man op. Ik zie hem nog staan, links in het publiek. Hij was ook een beetje gebogen en toen zei hij, meneer Van Rossum, weet u wel wat u ons aandoet? Ja, echt waar. Dus toen zei ik, nou ja, als dat zo erg geworden is, dan moeten we er maar mee stoppen. Maar ja, dat is dan altijd op het moment dat ik dan nog iets wil toevoegen. Nou, ik ben gestopt om 10:30. Dus gisteren ben ik om 9:50 gestopt. Maar eigenlijk omdat het was aangekondigd dat ik ook moest signeren. Dus ja, daar gaat dan ook vaak nog 1/2 uur, 3 kwartier in zitten. Dus we reden tenslotte pas om 11 uur weg of zo. Ja, dus mijn neiging is wel om het 5 uur, dat was een pure recordpoging. En ik heb het er goed afgebracht. Ja, wanneer? Ik was meer dan 10 jaar geleden, schat. Ik weet niet precies hoe lang het geleden is. Maar je kunt het, als die mensen nog leven die erbij zijn geweest, dan... En die studenten leken er ook wel aardigheid in te hebben. Ik dacht nog, ik kan in principe dus met een groep vrijwilligers, kan ik het hele college van het jaar in 1 avond er doorheen jassen eigenlijk. Ja, maar in de Sovjet-Unie hadden ze dus ook deze neiging om een lange toespraken te houden. Ja, maar dus al die communisten, dus Castro, die deed het ook. En het waren dan ook een soort gezellige bijeenkomsten. Er was dan een grote menigte, maar er was ook, Koek en Zopie was dat allebei. Zo. Die sfeer was het eigenlijk. Maar goed, dat was toch bij die toespraak van Khrushchev, waar we het nu over hebben, niet zo. Die toespraak sloeg in als een bom. En dat komt eigenlijk omdat natuurlijk Stalin zo'n volstrekt dominante figuur was geweest in de Sovjet-Unie. Natuurlijk zowel in de jaren 30 als in de oorlogsjaren tot 1953, toen hij dus zijn gruwelijke dood gestorven is in zijn dacha buiten Moskou. En misschien als je erop terugblikt moet je zeggen, het was een gedurfde poging om het Stalinisme af te schrijven. Maar eigenlijk is dat nooit goed gelukt. Je zou kunnen zeggen dat, laten we zeggen, het Stalinisme, het aspect van de xenofobie, het aspect van dictatuur, wat dat natuurlijk ook in zat, dat altijd een belangrijk element is geweest. Dat dat tijdelijk wel wat minder is geweest in de jaren van Khrushchev, daar moeten we het dan zo ook over hebben. Maar dat als Khrushchev weer de laan uit wordt gejaagd in 1964, dat, hoe dat zo komt, dat komt allemaal nog aan de orde. Maar dat het dan eigenlijk terugvalt in wat je misschien neo-Stalinisme zou moeten noemen. En dat is een probleem dat de Sovjet-Unie, als je achteraf kijkt, eigenlijk ten onder gegaan is ook aan allerlei kwalen die er al heel lang in zaten. Dat is natuurlijk de enorme verwoestingen en ellende van de Duitse bezetting van de Sovjet-Unie. Daar hebben ze zich wel iets van hersteld, maar toch niet volledig. Maar het systeem zelf,
En zeker wat Stalin ervan gemaakt heeft, was ook een belemmering voor een verdere ontwikkeling en opening en verandering van het systeem. Ze zijn eigenlijk in zekere zin nooit van de Stalin-bezetting, besmetting afgekomen. Als ze er tenslotte van afkomen, zoals we zien, tenslotte, als eenmaal aan het eind van dit verhaal, niet waar met Gorbachev, die natuurlijk een totaal andere koers inslaat en in feite bereid is om, nou ja, de essentiële jaar van de Sovjet-Unie op te doeken, niet waar, om zijn nieuwe principes te kunnen verwezenlijken. En daar gaat de Sovjet-Unie, gaat dat tenslotte aan ten onder. Dus je zou ook nog kunnen zeggen, als je dan tenslotte werkelijk het Stalinisme met wortel en tak probeert uit te roeien, niet waar, dan is dat ook het einde van dat hele systeem. Wat nooit helemaal van het Stalinisme of het neo-Stalinisme is afgekomen. Nou ja, het slaat in als een bom. En je begrijpt ook wel dat het in de bezette landen, in de door de Sovjet-Unie bezette landen, in het empire, wat in feite natuurlijk het thema is van Zubok, Failed Empire, dat het in het empire enorme onrust veroorzaakt, omdat op allerlei plaatsen wordt gedacht, misschien gaat het echt veranderen. Misschien komt er een eind aan die onderdrukking van die Russen. En dat leidt natuurlijk eerst in Polen tot problemen. Polen is altijd een land waar het onmiddellijk tot problemen geraakt. Maar er zijn in dat jaar ook stakingen in de Baltische Republieken geweest. Kortom, er was hoop. Misschien komt aan die bleke onderdrukking door de Sovjet-Unie dan eindelijk een einde. Misschien kunnen we een soort autonomie bevechten binnen het Evil Empire. Om een term van Ronald Reagan te gebruiken van veel later datum. Dus ja, eerst is er veel onrust in Polen en dan Polen krijgt een nieuwe premier, zeker Gomułka, die ook overigens in de bak had gezeten, door de Russen in de gevangenis was gestopt, omdat hij een zeg maar nationaal georiënteerde communist was. Maar tenslotte blijkt het in Polen wel mee te vallen. Er is onrust, zoals er in Polen altijd voortdurend onrust zou zijn, ook in de jaren daarna. Ik heb ook eens gedacht, als de Polen in de hemel komen, waar ze natuurlijk zeker inkomen vanwege de Zwarte Madonna, maar daar hebben ze waarschijnlijk een heel eigen afdeling waar voortdurend rumoer is, waar ze voortdurend verzetten tegen, nu is het de Europese Unie, maar toen was het de Sovjet-Unie. Die Polen zijn nooit tevreden, daar komt het in grote trekken op neer eigenlijk. Polen. Maar goed, Polen, daar waait toch wel een beetje over. Maar dan blijkt, gaat het in Hongarije, gaat het totaal mis. En dat ook in het politbureau is dat een enorme, natuurlijk, hot potato. Sorry, hete aardappel. Wat moeten we doen? Moeten we ingrijpen? Moeten we het een beetje op zijn beloop laten? Moeten we het aankijken? Moeten we proberen een beetje niet te interveneren, maar wel druk uit te oefenen op. Ze weten het niet precies. En tenslotte is niet waar, zeggen de Hongaarse revolutionairen in de persoon van Nagy, heette die man, maar dan moet je geloof ik zeggen Nagy, die zegt dat hij ook uit het Warschau-pact zou gaan treden. En je weet, het Warschau-pact was in 1955 opgericht, niet waar, eigenlijk om de herbewapening van Duitsland in zekere zin te compenseren. Ja, als hij dat dan gezegd heeft, dan gaat het ook fout en dan besluiten ze te interveneren en die opstand te onderdrukken. Maar ook die onderdrukking sloeg weer als een bom in, omdat natuurlijk dat demonstreerde het meest gruwelijke wat je kunt demonstreren, namelijk dat je niet het paradijs bent voor de eindelijk bevrijde arbeider en zo. Nee, maar dat je in feite een gigantisch repressief systeem op de been hebt gebracht en dat je in dit geval, waarbij Hongarije heel begrijpelijk van plan is om dat systeem te verlaten, dat je dan dus met geweld ingrijpt. Wat interessant is natuurlijk dat het Westen niks deed. Het Westen had namelijk wel via Radio Vrij Europa voortdurend opgeroepen, jongens, doe er wat aan, kom in opstand. Nou ja, toen ook die opstandelingen, die hebben nog een tijdje wanhopig geroepen, kom helpen, het gaat de goede kant op. Maar ja, er gebeurde geen kloot. Eenvoudig omdat men dacht dat de risico's van een Westerse interventie in de Russische interventie in Hongarije, dat zou kunnen leiden tot een
zie je omvangrijk Europees en misschien wel wereldwijd conflict met de bekende atoombommen op de achtergrond. Dus het Westen heeft niets gedaan. Daar kwam nog bij dat het Westen zelf zich in de loop van 1956 lelijk in de nesten had gewerkt. Want Nasser was de leider van Egypte, Nasser had het Suezkanaal genationaliseerd. Want dit Suezkanaal was in feite in bezit van een Frans-Engels bedrijf, dat dit kanaal exploiteerde en daar goed aan verdiende natuurlijk, dat begrijp je. De Egyptenaren vonden dat zij daar zelf geld aan moesten verdienen en daarom was het kanaal genationaliseerd onder protest van de Engelsen en de Fransen. En tenslotte is het zover gekomen dat de Engelsen en de Fransen geïnterveneerd hebben in Egypte om aan deze zaak een eind te maken. En daarbij werden geholpen door Israël. Ze hadden in het diepste geheim een deal met Israël gemaakt. Jullie vallen aan in de Sinaï en wij vallen aan. Nou, dat was een gigantisch drama. De Russen waren woedend, dat mocht maar zo niet. En ja, Khrushchev, dat is een heel merkwaardig punt bij Khrushchev. Khrushchev dreigde om met een nucleaire interventie, wat gewoon pure kletskoek was. Ja, ze hadden bommen, maar ze hadden geen enkele mogelijkheid om die ook effectief te gebruiken. Laat staan dat ze het überhaupt gedaan hadden. Dat is een beetje een wonderlijk aspect aan Khrushchev's buitenlandse beleid. Zijn brinkmanship, zoals dat heet, op het gebied van de nucleaire bewapening. Hij wou eigenlijk, ze wisten eigenlijk vrij redelijk, dat de Amerikanen veel verder waren, beter bewapend, betere apparatuur hadden, betere bommenwerpers, al begonnen waren aan de bekende triade, hè, dat je in feite, ja, waarom heb je het weggehaald? Hij is uitgevallen, doe even het raampje dicht. Dames en heren, dit heeft allemaal te maken met het geïmproviseerde karakter van deze studio. U hoeft dus weer niet een brief te schrijven dat het ook bij u thuis mag. Dat hoeft niet, we zijn er heel tevreden mee, maar zo nu en dan valt er hier iets uit. Ja, dit is een camera die uitvalt. Dat was de brinkmanship van Khrushchev, want die wist dat de Sovjet-Unie natuurlijk enorm achterlag op nucleair gebied, ook ten aanzien van de, laten we zeggen, transportmogelijkheden van nucleaire wapens op de Verenigde Staten. Maar hij probeerde steeds door een soort van bluffpolitiek, door bij allerlei gelegenheden te zeggen, ja, ik ben best bereid om dat eventueel te gebruiken, probeerde hij eigenlijk die achterstand te compenseren. Dus ook in deze situatie bedreigde hij het Westen. Maar uiteindelijk was het natuurlijk een heel ander land wat de doorslag gaf. Nou, Eisenhower was namelijk pissnijdig dat de Fransen en de Engelsen dat gedaan hadden. En die heeft ze onmiddellijk tot orde geroepen. En, nou ja, die hele interventie van de oude grote Europese mogendheden was een gigantische mislukking. En ook natuurlijk wereldhistorisch gezien was aan allen eigenlijk op dat moment duidelijk, die het misschien nog niet hadden gezien aankomen of nog niet geregistreerd hadden, dat Engeland en Frankrijk waren afgedaald tot het niveau van de, nou, wat zullen we daarvan maken, tweede rangs naties, maar niet meer die naties die in feite in de wereld op allerlei terreinen de lakens uitdeelden, waarvan natuurlijk eigenlijk het Suezkanaal een typisch voorbeeld was. En dan goed, het Suezkanaal is overigens langdurig afgesloten geweest, geblokkeerd geweest, want ze hadden daar schepen tot zinken gebracht, de Egyptenaren volgens mij, en toen moesten de olietankers, die moesten om de Kaap. En dat leidde ertoe in Europa dat dat tijdelijke gebrek was aan olie, zodat ook de verwarmingen niet werkten. En dat had een hele, hele interessante gevolg, namelijk dat onze lagere school, die kreeg vakantie. Er was alleen nog maar olie voor oude vandaag instituut en niet voor scholen. Dus er stond overal op de muren, Nasser is Hitler. Dat was ook wel vrij karakteristiek voor die tijd, maar goed. We waren toen nog 100% voor Israël, dat daar was aan. Er was nog geen krakelee op dat punt zichtbaar in Nederland. Dat is van veel later datum natuurlijk. En wij kregen vrij van school. Dus wij vonden die Nasser een prima figuur. Ja, die had ervoor gezorgd dat we niet naar school hoefden. Dus dat was wel een voordelige en aangename zaak.
Dat was het gedenkwaardige jaar 1956. Waarbij natuurlijk de Sovjet-Unie eigenlijk te kijk stond als wat het altijd geweest was. Namelijk een gigantisch, dictatoriaal en allerlei opzichten gewelddadig systeem door die onderdrukking van die opstand in Hongarije. Waar natuurlijk massas vluchtelingen uit Hongarije. Nederland had ook 1500 Hongaren, geloof ik, zijn naar Nederland gevlucht. Die van harte welkom waren. Sommigen daarvan hebben ook hele aardige carrières gemaakt. We hadden toen, nu zou Geert zeggen, nee, flikker op met die Hongaren, kunnen die niet in de regio worden opgevangen. Weet ik veel waar. Maar goed, in de regio, in ieder geval. In Oostenrijk bijvoorbeeld. Nee, daar was geen sprake van. Dat was 1956. Waarbij toch de verhoudingen. Nou ja, de Sovjet-Unie stond te kijk. Frankrijk en Engeland stonden in zekere zin ook te kijk. De profiteur was natuurlijk wel Israël, want dat had ondertussen de Sinaï-woestijn veroverd. En pas in een veel later stadium is die Sinaï-woestijn weer teruggegaan. Naar Egypte, dat is pas met die akkoorden die in de jaren 70 zijn gesloten, is dat pas gebeurd. 57 was ook een gedenkwaardig jaar, en wel om de redenen dat er in 57 lanceerden de Russen een satelliet. Hoe heet dat ding? Niet Vostok, maar Luna of zo? Nee. De Sputnik, nou weet ik het weer. Sputnik, dat betekent zoiets als medereiziger, geloof ik, als ik het wel heb. De Sputnik. Dat was een betrekkelijk klein maantje, geloof ik. Een bolletje, een heel zilveren bolletje. Met een paar antennes eruit. En het werd ook, ik geloof ook dat het geluid maakt als ik het me hoort. En nou, de wereld stond te kijken. In Amerika was het een van de grootste schokken die ze na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad. Omdat zij natuurlijk dachten dat ze op dit punt de ruimtevaart, want dit is natuurlijk een soort ruimtevaart, en niet waar ver voor lagen op de Russen. Wat ze overigens ook lagen daar niet van, dat is het gekke van de zaak. Maar de schok was gigantisch. Want begrijp, als je zo'n ding omhoog kunt schieten, dat betekent dat je een raket nodig hebt die toch wel tot iets in staat is. En dat is het gekke. De Amerikanen moeten ze gerealiseerd hebben dat dit niet een raket was, bijvoorbeeld met vaste brandstof. Een raket die je eventueel onder oorlogsomstandigheden zou kunnen gebruiken. Dit was een ding waar je waarschijnlijk hoog brandbare brandstof in moest tanken voordat die omhoog kon. Dus dat betekent dat die in oorlogsomstandigheden feitelijk tot niets in staat is. Want dat is een complex en zeer, zeer gevoelig proces natuurlijk. Het was in zekere zin een veel primitievere raket dan de Amerikanen gebruikten. Maar Amerika had het gevoel van, plotseling was er sprake van een missile gap. De Russen lagen ver voor. Amerika had te weinig geïnvesteerd in onderwijs, technologie. Dus ze zijn meteen begonnen met als je enige verklaring wil weten voor dit, voor die Amerikaanse schok en wat de gevolgen waren, dan, ik denk eerlijk gezegd dat als dit niet gebeurd was, de Sputnik van 57 en de enorme schok van de Amerikanen dat ze voor hun eigen gevoel achterlagen op de Russen. En je begrijpt dat de Russen natuurlijk victorie krijgen, dan moet je kijken wat wij gedaan hebben, dat kunnen die Amerikanen niet. Dan denk ik dat er niet in de jaren 60 een man op de maan zou zijn gezet. Zij het dat we daar natuurlijk aan moeten toevoegen dat de Russen eigenlijk tijdelijk hun voorsprong wisten te behouden. Want na de eerste Sputnik hebben ze zo'n ding naar boven gestuurd met een hondje erin. Laika, nou ja, daar was nog veel over te doen toen bij de toenmalige dierenpartijen. Maar ja, dat was schandelijk. En die Laika, dat was een zwerfhondje wat in Moskou van de straat geplukt was. En het hondje is inderdaad vrij beroerd aan zijn eind gekomen omdat het verwarmingsmechaniek van dat kunstmaantje waar die in zat, dat raakte defect, waardoor die satelliet is oververhit geraakt. Dus het Laika is gestorven, de oververhitting daar in zijn pieren eentje boven in het universum, zullen we maar zeggen. En natuurlijk tenslotte begin jaren 60 lanceren ze een cosmonaut, namelijk Yuri Gagarin. Nou ja, dat wat nogmaals demonstreerde voor de hele wereld dat Rusland op dit punt voor was op de Amerikanen. Wat het eigenlijk niet was.
Amerikanen hadden betere raketmotoren, hadden meer betere technici. Maar dit is de reden dat Kennedy tenslotte zegt in, ik zat toch 1 of 62, ik weet de precieze datum, weet ik niet meer, maar we'll put the man on the boat within this decade. En dat hebben ze ook gedaan. En er was geen sprake van dat de Russen een man op de maan hadden kunnen zetten. Die hadden daarvoor de technologische mogelijkheden niet. Was het zinvol om een man op de maan te zetten? Totaal niet. Je moet dat volledig zien als een door status en nou ja, door de competitie met de Sovjet-Unie gedreven zaak. Wat daar zijn gigantische bedragen aan uitgegeven. Wat we nu weer opnieuw zien. Hè? Ja, dat is weer om precies dezelfde redenen. Je hoort pas bij de grote jongens als je zo'n karretje op de maan hebt gezet. Alleen doet India nu ook mee. Ja, nou ja, ook puur demografisch hoort India tot de grote jongens. En China. En iedereen begrijpt, kijk, India is natuurlijk in allerlei opzichten een zootje. Maar het is wel een land met een gigantische bevolking en die deels zeer hoog is opgeleid. Dus ja, ook India zal tenslotte op het wereldtoneel een rol van grote betekenis gaan spelen. Die het nu nog niet echt speelt. Het is nu nog een beetje... Als je nou even toch de Verenigde Staten, China in de voorhoede en dan eventueel de Europese Unie één stap erachter, omdat we hier geen gezamenlijk leger hebben. Maar toch, wij spelen ook een rol natuurlijk in economisch opzicht op het wereldtoneel. Maar daar meteen achter komt toch India. Ja, zulke landen als Brazilië en zo. Maken er zo'n zootje van dat ik weet niet. Ja, dat zijn landen natuurlijk met enorme mogelijkheden. Die er niet veel van terecht brengen bestuurlijk. Maar goed, hier hebben we dus de missile gap. De Amerikanen waren echt, die waren volledig over hun toeren. Vanwege dus dat kunstmaatje wat de Russen hadden gelanceerd. Met een raket overigens. Die juist omdat ze geen... allermodernste raketmotor hadden ze de oudere raketmotoren die ze wel hadden, die goed werkten, die hadden ze gewoon aan de buitenkant van een raket geplakt. Moet je maar op een plaatje kijken. En dat bleek uitstekend te functioneren. We hebben nog heel lang, volgens mij ook voor allerlei kunstmanen, kon je commercieel laten lanceren in Rusland. Dat zal nu wel niet meer het geval zijn natuurlijk. Niet waar, we hebben nu andere mogelijkheden omdat we een eigen Europese raket hebben ontworpen en zo. Maar goed, het was in 1957 was het een enorme schok. Amerika had echt het gevoel op afstand te zijn gezet. Hoe ver zijn we nu? In 1957. Het zal zeker ook het zelfvertrouwen van Khrushchev enorm gestimuleerd hebben. En bovendien was hij ook een hoe zal ik dat zeggen? Een sympathieke praatjesmaker was het. Ik heb al gezegd over dat brinkmanship, wat door velen ook in het politbureau werd betreurd, dat hij dit soort van rare praatjes uit, terwijl ze bliksems goed wisten niet waar, hoe het allemaal in elkaar zat. Maar goed, dat was die. Tegelijkertijd, dat zullen we nog zien, zorgde hij wel dat die Sovjet-Unie iets meer opende, die rare repressieve paranoia van Stalin, dat die, denk aan die toespraak, dat die minder een prominente rol speelde in de ontwikkeling van de Sovjet-samenleving, zou ik maar zeggen. In 1958 kwam Khrushchev ook weer met zijn bekende, enigszins brutale toon, met de mededeling dat gedonde jaar in Berlijn, dat moest nou eens afgelopen zijn. Er moest een akkoord worden gesloten over Berlijn. En dat had natuurlijk als hoofdoorzaak dat de DDR, die liep leeg. Heel voor de hand liggend natuurlijk. Ondertussen zitten nu dus in 1958. Was natuurlijk het verschil, het welvaartsverschil tussen de DDR en West-Duitsland. Dat was natuurlijk al schokkend groot geworden. Dus ja, je studeerde tandheelkunde in Leipzig. En zodra je afgestudeerd was, ging je met je vriendin, ging je naar Berlijn, nam je een enkeltje met de trein, een dubbel enkeltje met de trein. En je wandelde daardoor naar de westelijke zone en daar vertrok je naar West-Duitsland en dan ging je vestigen als tandartsen. Volkomen begrijpelijke, normale gang van zaken zou je kunnen zeggen.
Het gevolg was dat duizenden, honderdduizenden verlieten de DDR, die natuurlijk in feite, ja, hoe moet je het zeggen, doodbloeden, maar in ieder geval wel leiden aan een soort van permanente bloeding, demografische bloeding zou je kunnen zeggen. Dus ook die leiders van de DDR, Ulbricht in het bijzonder, had al gezegd, ja, we kunnen zo niet door, jullie moeten er iets aan doen. Kortom, Khrushchev zei, er moet een akkoord over Berlijn komen. Het was natuurlijk een complexe zaak, want Berlijn was, zoals je weet, bezet door de vier overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, waarbij we even voor het gemak Frankrijk er ook bij rekenen, maar goed, Frankrijk had ook een bezettingsop. Dus het zou met al die grote mogendheden gezamenlijk, zou een verdrag gesloten moeten worden. En zei Khrushchev erbij, als jullie dat niet doen en niet verdomd snel doen, dan dragen we alles over aan de DDR-regering en dan die kunnen enorm lastig zijn. Misschien terugverwijzend naar natuurlijk de fameuze blokkade van Berlijn in 1948 en 1949. Dus ja, nu was de zaak, hoe gaan we verder? De westelijke geallieerden zeiden al meteen, nou, daar komt allemaal niks van in, sprake van. Dus ja, hier leek men toch ook op koers om, nou ja, tot naar een conflict situatie. Waarop er iets heel wonderlijks gebeurde eigenlijk. Want Eisenhower nodigde Khrushchev uit om op bezoek te komen in de Verenigde Staten. En dat heeft Khrushchev dat gedaan. Nou, hij vond het geweldig. Hij vond het echt. Maar hij was meest onder de indruk van die grote boerderijen, van die reuze farms waar vee opgekweekt werd. Dat vond hij het allermooiste. Hij zei ook overigens bij alle gelegenheden, ja, wij gaan jullie toch inhalen. Khrushchev was een gelovige communist en was er vast van overtuigd dat als de Sovjet-Unie goed zijn best deed, zouden ze het welvaartspeil van de Verenigde Staten op afzienbare termijn kunnen evenaren en kunnen passeren. Een volstrekt onwaarschijnlijke gedachte. Zover is het ook nooit gekomen. Ik denk nu ineens aan het bezoek van Nixon aan een of andere tentoonstelling van Amerikaanse apparatuur in Moskou, waar ook zo'n debatje werd gevoerd van, we gaan jullie inhalen, en dan zegt Nixon, er is geen sprake van. En nou ja, dat was ook het fameuze kitchen debate was dat. Maar nou weet ik, ben ik even kwijt in welk jaar het fameuze kitchen debate is gehouden. Ik zal het even opzoeken. Je mag ook doorgaan, ja, hoor. Oké, dan ga ik even door. Dus ja, nu was het, Khrushchev was nu in Amerika en de sfeer was geweldig. En ze hebben in Camp David hebben ze een afspraak gemaakt. De pap zou niet zo heet gegeten worden als die was opgediend. En er zou in 1960, merkwaardig nog in Parijs, zou een conferentie worden gehouden waarbij het Berlijnse probleem definitief zou worden opgelost. 59 trouwens, 24 juli 59. Oh, ja, precies. Dus dat is ongeveer de tijd dat Khrushchev ook in bezoek geweest is in de Verenigde Staten. Maar goed, er was een afspraak gemaakt in Camp David, de sfeer was goed, er was niks mis mee. En de conferentie zou in 1960 in Parijs bijeenkomen. Nou ja, men was al op weg naar die conferentie toen er iets zonderlings gebeurde. Want boven de Sovjet-Unie werd een Amerikaans spionagevliegtuig neergeschoten. Een U-2, Lockheed U-2. Ik weet niet of je ooit een plaatje ervan hebt gezien, maar heeft u dat nooit gezien, zoek het even op, Lockheed U-2. Ook hier kan ik weer reclame maken voor het vliegtuigmuseum in Duxport in Engeland, want daar hebben ze ook een U-2. Heel leuk. De U-2 was namelijk een toestel wat ongekend hoog kon vliegen. Zo ontzettend hoog dat het niet bereikbaar was voor Russische afweerraketten die ze wel konden afschieten, maar die kwamen simpelweg niet zo hoog. Dan is de vraag natuurlijk meteen hoe hoog vloog het ding, maar nou echt in de orde van 20 kilometer hoog of zo. Zoiets was het in ieder geval. Ook als je het ding ziet, het had hele lange, dunne, soort van zweef. Als je het voor het eerst ziet, denk je het is zeker een zweefvliegtuig, maar dat was het helemaal niet. Maar het had hele lange, dunne vleugels, die ook als die dus stil stond, hingen die een beetje naar beneden. Moest er een soort van stokje onder gestoken worden, geloof ik. En dat ding vloog al enige tijd over de Sovjet-Unie. Die startte dan, zeg maar, in Perzië. Ja, dat was toen nog een bondgenoot van Amerika.
En die vlogen dan zo schuin over de Sovjet-Unie. Dus die wisten, Eisenhower die wist bij al die bluffpolitiek van Khrushchev, wist Eisenhower dat dat maar bluffpolitiek was. En dat er in feite in Rusland geen sprake was van de snelle en omvangrijke aanbouw van eventuele raketlanceerinstallaties. Rusland was op dat moment nog niet zover. Maar u begrijpt, Khrushchev was woedend. Die zou ook in Parijs natuurlijk zijn vanwege deze zaken. En Khrushchev zei tegen de Amerikanen van die conferentie gaat niet door, want ik wil een persoonlijk excuus van Eisenhower aan mij. Ik heb namelijk zo gezellig daarbij bij Camp David gezeten, maar nu blijkt weer wat een vuile verraders die Amerikanen eigenlijk zijn. Al die tijd hebben ze dat spionagevliegtuig over ons heen laten vliegen. Interessant is natuurlijk, waarom werd het neergeschoten? Het had motorpech, de U-2 had motorpech. En daardoor vloog die lager dan normaal en daardoor was die in principe kwetsbaar. Ik weet niet of die ook daadwerkelijk beschoten is, maar goed, het eindresultaat was, hij is neergestort. En de Amerikanen zeiden meteen, van, ja, dat is helemaal een spionagevliegtuig. Dat is een weervliegtuig, dat is uit de koers geraakt. En er zat ook geen piloot in, dus jullie moeten niet overdrijven. Maar de Russen, vrij geslepen natuurlijk, hadden niet bekendgemaakt dat het toestel wel was neergestort, maar dat de piloot gered was. Die heette Gary Powers. Gary Powers was gered, die is later geruild met een of andere Russische spion. Met Gary Powers is het trouwens slecht afgelopen. Want Gary Powers na zijn actieve diensttijd als piloot is die helikopterpiloot geworden bij een televisiestation in Los Angeles. En op een goede ochtend, misschien had hij te veel gezopen, wie zal het zeggen, was hij vergeten te tanken. Dus hij is met helikopter en al neergestort, zodat allerlei mensen zeiden, zie je wel, de heren straft op een of andere ingewikkelde manier, maar de heren straft. Gary Powers is bij een helikopterongeluk om het leven gekomen. Ja, de Amerikanen hadden nu al gelogen dat het een weervliegtuig was. Dat was het helemaal niet natuurlijk. Het zat vol met camera's. Dus nou ja, je begrijpt. Het was een ontzettende zeepert geworden. Maar als je nou zei, ja, dat kan je nou maar zeggen. En ik ben verrast. Ze waren natuurlijk totaal verrast dat de piloot leefde. Maar ik ga mijn excuses niet aanbieden. Want het is jullie schuld dat ik een vliegtuig over de Sovjet-Unie moet laten vliegen. Want heb ik niet in Genève voorgesteld Open Skies program, waarbij we wederzijds, niet waar, vliegtuigen konden laten vliegen over ieders grondgebied om te zien of ze wel deden wat ze beweerden dat ze deden of het juist niet deden. En dan gaan jullie niet op in, die hele Sovjet-Unie hangt aan elkaar van geheimhouderij, dus wij zijn wel gedwongen in verband met de verdediging van de wereldwijde democratie om een spionagevliegtuig te laten vliegen. Dus het is jullie schuld. Nou ja, jammer. De conferentie is mislukt. We zitten nu dus in 1960 en de conferentie is mislukt. Waarmee natuurlijk het Berlijnse probleem bleef bestaan. Khrushchev dacht, 1960, Khrushchev dacht, ik ga wachten op de nieuwe Amerikaanse president. Want je zult zien, dat wordt die Kennedy, dat is een jeugdige figuur met elan, daar kan ik vast geweldig mee opschieten. En dat was het idee. En Khrushchev heeft Kennedy ook ontmoet. Kennedy is tenslotte gekozen natuurlijk in november 1960. En in het voorjaar van 1961 hebben Kennedy en Khrushchev een ontmoeting gehad in Wenen. Die in feite volkomen verkeerd afliep. Want Khrushchev heeft eigenlijk een beetje soort ontholing, soort ontgroening toegepast op Kennedy, die enorm in zijn wiek was geschoten en tegelijkertijd dacht, heb ik het wel goed gespeeld. Nou ja, het was eigenlijk een drama geworden. En Kennedy heeft meteen ook, want de kwestie Berlijn speelde nog steeds. En Kennedy heeft meteen gezegd, geen sprake van, we doen geen enkele concessie, nul. Ik stuur extra troepen, we gaan het hard spelen. En dat probleem is natuurlijk tenslotte opgelost op een relatief simpele manier, maar die tegelijkertijd ook weer een pijnlijke afgang was natuurlijk voor de Sovjet-Unie. Als je het zo wil zien, of voor het communisme sowieso als maatschappelijk systeem. Namelijk dat de muur gebouwd is in augustus 1961, is de muur gebouwd.
Ja, augustus 61. En waarmee je natuurlijk met zoveel woorden zegt, het arbeidersparadijs is een gevangenis. En ook ze hebben dat toen in West-Berlijn, ja, allemaal weg, jammer genoeg. Nou, misschien staat er nog wel zo'n plankje. Bouwden ze ook zo'n ding, dan kon je op een soort verhogingje, kon je dus naar die gezonde grens in Berlijn kijken, nietwaar? Dat was een breed terrein. Dat was vol met mijnen en prikkeldraten. Je had dan van die wachttorens waar die lui op stonden met verrekijkers en zo. Het was wel een paradijs voor konijnen. Hè? Want die konijnen, ja, die mijnen waren natuurlijk landmijnen voor mensen. Dus die konijnen hadden geen last van die landmijnen. Het was altijd vermakelijk om al die konijnen te zien in die zone tussen. In die afschuwelijke zone met het prikkeldraad en zo. Het was echt wel, ik weet niet hoe breed, maar het was echt. En ik moet zeggen, als je daar dan op ging staan op zo'n plankiertje. Ik weet wel dat ik daar stond. Voor het eerst ben ik, ik had al lang vergeten wanneer ik voor het eerst in Berlijn was. Maar het was heel lang geleden in ieder geval. En dat je toch dacht, ik kijk hier in de grootste gevangenis ter wereld. Want deze gevangenis loopt hier van het centrum van Berlijn tot in Vladivostok. Want ja, zo was het natuurlijk. Sovjet-Unie mocht je ook niet uit. Het was een gevangenis. Dus nu hadden ze niet alleen de opstandelingen onderdrukt in 1956 in Hongarije, maar ze lieten nu in feite zien, als er nou iets symbolisch was, dan was het wel die muur. Ze lieten zien dat het in feite een gevangenis was. En de DDR was een gevangenis. Zonder, als er ooit een staat is geweest, niet waar, die georganiseerd was als gevangenis, dan was het wel de Duitse Democratische Republiek, ja. Dus het was ook het zoveelste drama waarin duidelijk werd wat een, nou ja, dat het een systeem was wat op geen enkele wijze bewondering of verdienstelijkheid suggereerde. Nou ja, dus de muur was nu gebouwd. En wat deed het Westen? Niks. Want eigenlijk was Kennedy hartstikke blij dat die muur gebouwd werd. Om eenvoudig reden dat daarmee het Berlijnse probleem was opgelost. Dit was het laatste gat in het ijzeren gordijn. Nou ja, dat had een heleboel narigheid veroorzaakt vanwege die Russische pressie. En nu was het probleem op de simpel denkbare wijze opgelost. Het gat was gewoon, gordijn was dichtgetrokken. Waar het nog even een klein beetje open was, was het ijzeren gordijn dichtgetrokken. En daarmee was deze kwestie eigenlijk opgelost. Of dat, geen idee eigenlijk, of dat Khrushchev zijn zelfvertrouwen nog verder gesterkt heeft, maar moet je eens even kijken. Overigens, de burgemeester van Berlijn in die tijd was Willy Brandt. En Willy Brandt was pisneidig dat de geallieerden niks deden. Dat het wel duidelijk was dat die geallieerden eigenlijk allemaal dachten, maar dit is geregeld, dit gedonder, ja, dat hebben we voorlopig niet meer. Want Brandt vond dat had doorgepakt te worden. Brandt zal later in dit verhaal nog een rol van betekenis spelen. In wat ik doe nu nog een zeer ernstige crisis. En dan vertel ik nog even wat de binnenlandse politiek was in deze jaren in de Sovjet-Unie. En dan verdwijnt Khrushchev van het toneel. En dan moeten we de volgende keer beginnen aan Brezhnev. Ja, ik weet niet hoe laat het is ondertussen. We gaan richting de klok van, eens even kijken, het is 4:10 nu. Kijk, dan is het toch wel zaak dat we even, niet Castro's nee. Record gaan verbeteren. Of in de luisteraars is het niet erg, denk ik. Nee, want die kunnen het op elk denkbaar moment afzetten, dat is het fijne natuurlijk. Als ik mag geloven wat er over gezegd wordt, is zeker 80% onder zeil geraakt ondertussen. Ja, het waren allerlei mensen. Of iemand schreef ook een brief dat ze altijd tijdens het strijken naar deze podcast luisterde. Maar dat ze daardoor een heel enorm leuk vond om daarnaar te luisteren tijdens het strijken. Wat natuurlijk een ongelooflijk vervelende arbeid is, het strijken. En mevrouw, ik weet het niet, maar ik heb met mijn moeder heb ik wel een korte strijd gevoerd over het strijken van de zakdoeken. Want mijn moeder streek ook de zakdoeken en zei, ma, dat moet je toch niet doen, wat is een zonde van je tijd, want hij legt ze gewoon op een stapeltje als ze uit de was komen, en dan, want wij gaan erin snotteren en zo.
Want dat is nog een hele andere kwestie die ik even aan moet snijden. Namelijk dat natuurlijk het verdwijnen van de textielzakdoek. Nou ja, je hebt van die mensen die een pochetje hebben, maar dat is niet om je neus in te snuiten natuurlijk. En de opkomst van het papieren zakdoekje, nou echt, wat mij betreft, een van de allerbelangrijkste veranderingen sinds de Tweede Wereldoorlog is de opkomst van het papieren zakdoekje. Want als je verkouden was, en ik was vaak verkouden, kinderen en ook voortdurend verkouden, zoals je weet, dan, en je had zo'n zakdoek bij je, dan ja, halverwege de dag niet waar, had je hem al volledig volgesnoten. Het was dus zo'n beetje hele viezige, snotterige, natte lap was het geworden. En dan moest je er nog een halve dag in snuiten voordat je thuis was en een nieuwe kon pakken. Dus het was eigenlijk verschrikkelijk. En toen kwamen de papieren zakdoekjes in. Ik ga nou geen merken noemen, want dan denken ze weer dat ik daarvoor geld krijg. Nee, absoluut niet. Nee, maar het papier, echt, dat is echt zo'n... Want een uitvinding is het natuurlijk niet. Het is gewoon iets voor de hand liggends dat het er is. En ongetwijfeld zal iemand een brief schrijven dat het vuile verspilling is. En dat ik meer mijn neus moet snuiten in zo'n vieze, ongelooflijk vieze, kleffe, snotterige zakdoek. Maar ik ga dat dus niet doen. Wat er ook gebeurt, wat voor brieven u ook schrijft. Maar ik zie dus het papieren zakdoekje als een enorm significante uitvinding. Ook de wasmachine. Maar goed. Daar gaan we nu niet op door. We zijn nu bezig aan Khrushchev, want in 62, voorjaar 62, besluit Khrushchev om raketten te sturen naar Cuba. Raketten voor de middellange afstand. En eerst toen dat uitkwam, dat hij ze daar neer had gezet, dat kwam namelijk uit in oktober van datzelfde jaar, 62, daarover straks meer, is enorm gespeculeerd over de redenen waarom hij dat gedaan zou hebben. En de algemene veronderstelling was toch om de Amerikanen op vuile wijze onder druk te zetten, om uit te ruilen tegen Berlijn, dat dan de geallieerden uit Berlijn zouden verdwijnen als die raketten van Cuba zouden gaan, om sowieso het nucleaire evenwicht te herstellen, wat het eigenlijk helemaal niet was, maar om dat te creëren. Kortom, duizend en één redenen. Mijn indruk is dat historisch onderzoek eigenlijk in toenemende mate duidelijk heeft gemaakt dat de hoofdreden voor die plaatsing van die raketten op Cuba, dat simpelweg was om Cuba te verdedigen tegen al die, want daar was steeds sprake geweest, van Amerikaanse inhoud. Maar je hebt de bekende landingen van troepen in de Varkensbaai, de Bay of Pigs, ja. Ik zou dat ook in het Spaans moeten weten, maar dat weet ik dus niet precies. Overigens was dat volstrekt mislukt, maar het gaf wel een indicatie natuurlijk van wat de Amerikanen van plan waren. Want die zaten achter die landing, die was namelijk door de CIA was dat georganiseerd met Cubaanse bannelingen. Die zijn nooit verder dan het strand gekomen, want de theorie van de CIA was dat de hele Cubaanse bevolking zou in opstand komen tegen Castro en dan was het afgelopen. Met het regime van Castro, maar daar was geen sprake van. Castro was zeker in die tijd nog heel populair op Cuba. Had allerlei nuttige dingen gedaan op Cuba. Dus wellicht is de hoofdreden geweest het verdedigen van Cuba. Maar daarbij, daar is een heel leuk boek over geschreven. Van de meneer Ellison over deze hele kwestie. Met een nadere analyse, nou moet ik natuurlijk even... We weten wat het titel van het boek is, maar ook hier weer moet ik tijdelijk even tekortschieten. Zoek het weer even op. Moet je Ellison. Even wat steekwoorden geven. Ellison. En wat nog meer boek? Ja, het boek gaat over de Cuba-crisis. Oké. Okay. Ellison, Cuba-crisis. Het is een van de aardigste boeken die ik ken over buitenlandse politiek. Ongelooflijk melig, maar je steekt er echt ongelooflijk veel van op hoe politiek in werkelijkheid functioneert. Is het Essence of Decision? Ja, die Essence of Decision. Dat is waarschijnlijk nog gewoon in druk. Het is, wat ik al zeg, het is een typisch een boek van de politicoloog, eigenlijk niet te lezen. Maar hij laat namelijk zien hoe buitenlandse politiek in werkelijkheid functioneert. En hoe een overheid, in dit geval de Amerikaanse, dat een overheid weer allerlei verschillende onderdelen heeft die op een heel verschillende manier reageren in een crisis. En vaak ook met elkaar onderling in conflict raken over hoe het dat beste zou kunnen zijn.
Maar hij laat ook zien, dat is eigenlijk misschien wel het interessantste, hoe ook in Rusland eigenlijk het besluit komt van boven, uit de top. Khrushchev besluit Castro te verdedigen tegen pogingen van de Amerikanen om hem weg te jagen. En die geeft dan opdracht aan de raketafdeling, zal ik maar even zeggen, een speciaal onderdeel van het Russische leger, om daar raketbasis te bouwen. Wat ze ook gedaan hebben. Maar het gekke was, dat hebben ze gedaan alsof het in Rusland was. Dat we zeggen, zonder te verhullen dat ze daarmee bezig waren. Want je kunt dat natuurlijk camoufleren met netten of takken, weet ik veel, hoe je het precies doet. En dan moet je zorgen dat je alleen 's nachts aan die handel werkt. Hè, zodat de Amerikanen het niet kunnen ontdekken. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Ze hebben gewoon in de volle openheid, gewoon overdag, niet waar. In de tropische dag op Cuba hebben ze die raketbasis gebouwd. Met als gevolg dat er natuurlijk ook weer een U-2 overheen vloog. En dat wel duidelijk was dat ze daar op een relatief grote schaal raketlancierinstallaties aan het bouwen waren voor raketten. Voor de middellange afstand, wat de Amerikanen onmiddellijk beschouwden. Nou ja, als een act of war zou je kunnen zeggen. Nu was voor de Amerikanen de vraag, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we een eind aan deze crisis maken? Gaan we Cuba aanpakken? Zeker in eerste instantie hadden de Russen daar opdracht gekregen om eventueel die raketten ook te gebruiken. Dan had het kunnen ontaarden in een nucleair conflict. Maar zo is het uiteindelijk helemaal niet gelopen. Want in eerste instantie heeft Kennedy is het conflict aangegaan. Niet door meteen een nota te sturen naar Moskou in het diepste geheim van zeg, sodemiet erop met die raketten, want anders gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren. Nee, hij heeft het onthuld dat ze er waren op 22 oktober, geloof ik, van dat jaar, 1962. Moet je kijken wat die Russen gedaan hebben. Ze hadden beloofd om het niet te doen, wat een feit was. Ze hadden beloofd om het niet te doen. En nou hebben ze het toch gedaan. En die boel moet daar weg en zo niet, dan zullen wij het zelf weghalen. Maar voorlopig, niet waar, gaf die in feite tijd en ruimte aan de Russen, aan Khrushchev, om tot andere besluitvorming te komen. En zeiden ja, voorlopig is er een blokkade, er kunnen geen nieuwe wapens naar Cuba worden gestuurd. Nou ja, dan begint er een complex onderhandelingsproces en dat is wel interessant in dat onderhandelingsproces. Kennedy had een commissie benoemd om te kijken hoe dit probleem het beste kon worden aangepakt. Nou ja, je begrijpt, de militairen waren voor meteen de bommen erop en meteen militaire aanpak van zaken. Maar Kennedy voelde daar niet zoveel voor. Die was natuurlijk toch bang dat er risico's zouden worden gelopen. Dat er vooral natuurlijk omdat er allerlei zaken bij betrokken waren die nucleair bewapend waren, onderzeeërs, die raketten op Cuba, het Amerikaanse verdedigingssysteem. En dat is eigenlijk interessant in die hele crisis, als je dan die teksten leest daarover en dat onderhandelingsproces volgt, stap voor stap, dat in feite en Kennedy en Khrushchev beseften dat ze misschien niet heel erg verstandig gehandeld hadden, in het bijzonder ook Khrushchev, maar ook Kennedy, die had het ook wat beperkter kunnen aankaarten, zal ik maar zeggen. En dan zie je eigenlijk dat terwijl hun adviseurs allemaal van sla erop, spierballen laten zien, maar ja, die waren niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen. En je ziet eigenlijk hoe Khrushchev en Kennedy heel voorzichtig manoeuvreren in die crisis. En tenslotte komt er allerlei ingewikkelde dingen die ik over zal slaan, komt er een onderhandelingsresultaat uitrollen. Namelijk de Amerikanen beloven dat ze Cuba niet verder lastig zullen vallen en in ruil daarvoor zullen de Russen hun raketten daar wegtrekken. Wat niemand wist, wat geheim gehouden was dat een ander onderdeel van dat onderhandelingsproces was, dat de Russen beloofden die raketten weg te halen dus, maar dan zouden de Amerikanen hun raketten uit Turkije weghalen die op de Sovjet-Unie gericht stonden. Maar dat was een geheim onderdeel. Met als gevolg dat de interpretatie van de loop der dingen was dat Kennedy een glorieuze strategische overwinning had behaald. Want die raketten moesten weg en het enige wat de Amerikanen hadden beloofd was dat ze niet zouden doen waarvan ze toch al beweerden dat ze het eigenlijk niet deden terwijl ze het wel deden, namelijk Castro lastigvallen. Dus
De wereld vond het eigenlijk een nederlaag van de Russen, een nederlaag van Khrushchev en een spectaculaire overwinning van de jonge held. Dat was ook zo'n figuur die natuurlijk in alle opzichten schromelijk overschat is, John F. Kennedy. Maar goed, in deze crisis heeft hij het keurig gespeeld, we kunnen het niet anders zeggen. Maar Khrushchev was zwaar beschadigd, dat stond als een paal boven water, ook het politbureau. Het was hartstikke pissig dat dit nu de zoveelste keer was. Dat Rusland toch aan de kant van de verliezers stond. Anders kon je het eigenlijk niet noemen. En dat leidt er uiteindelijk toe dat Khrushchev in 1964 verwijderd wordt. En op wordt gevolgd door aanvankelijk, ja, net als toen na de dood van Stalin, een soort van driemanschap. Maar het was al vrij duidelijk, snel duidelijk, dat in feite Brezhnev, dat hij de nieuwe baas was van het politbureau. Over Brezhnev volgende week meer. Maar eerst nog iets over Khrushchev, omdat die tijd, Khrushchev was dus aan het bewind gekomen, zeg maar, na de dood van Stalin. Dus, maar eerst was er nog wat verwarring die we geschetst hebben. Maar zeg, hij was van 54 tot 4, hij was 10 jaar lang aan het bewind geweest. En dat zijn toch gek genoeg wel misschien de beste jaren van de Sovjet-Unie geweest, omdat er in de Sovjet-Unie toen toch wel een soort openheid ontstond. Omdat natuurlijk Stalin afgeserveerd was. Hoewel bijvoorbeeld de opvolgers van Khrushchev ook eigenlijk gewoon neo-Stalinisten waren. Maar goed, Stalin was toch tijdelijk afgeserveerd. Je kon dingen publiceren, je kon kritiek op het regime kon gepubliceerd worden. Er waren literaire tijdschriften die redelijk functioneerden. Er was een soort optimisme in de Sovjet-Unie, ook wel een soort maatschappelijke dynamiek. En volgens Zubok is het zo dat heel veel, zeg maar, jonge mensen die veel beter opgeleid raakten dan met name de oudere revolutionaire garde, dat die eigenlijk allerlei nieuwe opvattingen hadden dat het heel anders moest en dat het democratischer zou moeten. En heel veel van die lui zijn later eigenlijk, duiken die weer op als Gorbachev aan zijn ingrijpende hervormingen begint. En dat noemt dan Zubok de generatie van de jaren 60. Want er was ook veel meer openheid naar het Westen. Dus je mocht naar jazzmuziek luisteren en je mocht Amerikaanse romans lezen. Ja, Zubok schrijft zelfs tot mijn lichte verbazing dat de Tarzan-films, dat die een hele sterke emancipatoren werking hadden in de Sovjet-Unie. Dat is natuurlijk wel op zichzelf vrij curieus. Dus dat, maar ja, dan verdwijnt Khrushchev. Zijn opvolgers, dat zullen we zien, hebben op het punt van de buitenlandse politiek aanvankelijk een hele verstandige koers gevaren. Maar binnenlands, gingen de luiken toch weer dicht. Daar kwam het op neer. Zijn ze dus, nou ja, zoals ik al zei, en ja, dat is het fijn dat een historicus achteraf altijd gelijk heeft, zoals ik al zei, toch blijven steken in het Stalinisme, in de repressie, de xenofobie ook wel. Ze waren ook altijd enorm onzeker ten opzichte van het Westen. Ze begrepen wel dat hier alles beter was, maar tegelijkertijd wilden ze dat natuurlijk absoluut niet toegeven. Nou ja, volgende week verder met Brezhnev en dan zitten we al in de late jaren 60 in feite. En dan heeft de Sovjet-Unie natuurlijk nog maar 20 jaar te gaan eigenlijk. Toen was het klaar met het vandaar Failed Empire. Zubok heeft overigens nog een tweede boek geschreven, even dik als dit boek. Hoe het komt dat Khrushchev eigenlijk de Sovjet-Unie heeft laten verdwijnen. Ik overweeg om dat ook te doen, maar dat moet ik nog even bestuderen. Of ik daar voldoende tijd voor heb. Dit wat betreft de Sovjet-Unie tot 1964. Vragen kun je altijd insturen over de delen die we al behandeld hebben. Over ja, onderwerp. Misschien ook. Kijk, de jaren 60 waren toch in allerlei opzichten, waren de jaren 60 natuurlijk jaren van, dat iedereen het wel zag zitten, van hoop, veranderingen. Dat kwam natuurlijk omdat na die schrale eerste jaren na de oorlog, die welvaartsgroei ondertussen enorm op gang was gekomen. Ook deels in de Sovjet-Unie overigens, maar nog veel meer hier. En dat, ja, voor heel veel mensen veranderde het leven compleet. Ja. Of het nou die zakdoek voorbij is, die snot, zakdoek van mij en de papieren zakdoekjes, maar dat is op zichzelf een heel karakteristiek voorbeeld van
dat het allemaal anders werd. Of het eenvoudige feit, denk ik nu ineens, dat mijn moeder mij voortdurend naar de kapper jaagde. En zo jong, het wordt tijd dat het geknipt wordt. En dat plotseling kon je je haar laten groeien. Dat was pas toen ik al met studeren was begonnen. 63, 64 was dat, denk ik. Ooms had je een lang haar, is ongelooflijk onhandig. Maar het was toch een, na die jaren 50, dat jij alleen maar bovenop je schedel een klein beetje haar mocht hebben. A la de kroekat van Amerikaanse soldaten. Dat was toch wel voorbij. Het waren wonderlijke jaren. Hey, deel 3 van de Sovjet-Unie gaan we doen. Ja, dat moeten we doen. Dat is al een heel eind. We zitten nu... waar zitten we nu? Brezhnev gingen we doen, toch? Ja, we zitten nu in 64. Dus Khrushchev is vertrokken. Ze hebben hem niet gearresteerd en doodgeschoten, zoals Beria. Maar Khrushchev is vertrokken. En daar komt in feite een nieuw politbureau. Nou, niet helemaal een nieuw politbureau. Dus het politbureau wat er zat, dat is schoon genoeg van Khrushchev en vooral... Van zijn fantastische politieke avonturen, vooral ook in de buitenlandse politiek. Ik had ook het gevoel dat Sovjet-Unie eigenlijk een enorme nederlaag had geleden in Cuba. Dat viel in de praktijk eigenlijk enorm mee, maar goed, dat was toch wel het algemene gevoel toen. Dus er komt een nieuwe leider en dat is Brezhnev. En we moeten direct constateren, Brezhnev was geen grootse figuur. Brezhnev was een man met hele beperkte mogelijkheden. Hij was vaak heel onzeker van zichzelf bij grote crises. Moest Andropov vaak zijn hand vasthouden omdat hij anders zat te trillen en te beven. Hij heeft ook wel eens van zichzelf gezegd van ja, ik ben eigenlijk gewoon een provinciale partijfunctionaris en dan ben ik hier terechtgekomen. En, nou ja, zijn grootste liefde was dan het verzamelen van auto's, van dure auto's. Dus alle bezoekende staatslieden gaven hem altijd een dure auto. Van nationale makelij, cadeau. Dus ja, Brezhnev was niet een zeer aansprekende leider. Dit hele politbureau, wat er dus nu nog zat, en Brezhnev tot leider had verklaard, was eigenlijk zeer conservatief georiënteerd. Ik heb het al eerder gezegd, dat is iets waar Zubok steeds schrijven van het boek waar we het eigenlijk over hebben, of waar ik mijn kennis uit heb gedestilleerd. Wat hij dan steeds zegt, het Stalinisme. Khrushchev had geprobeerd het Stalinisme uit te roeien. Of dan ze met wortel en tak uit te trekken. En dat was hem eigenlijk niet gelukt. Dat bleek nu ook omdat dat nieuwe politbureau eigenlijk in allerlei opzichten nogal neo-Stalinistische koers vaart. Dus ook de vrijheden die er in de Khrushchev-jaren waren geweest, die werden ingeperkt. Intellectuelen werden naar gekkenhuizen gestuurd. Nou ja, het hele repressieve apparaat zette er een tandje bij. En dat, ja, zelf denk ik dat natuurlijk een van de hoofdoorzaken is van het uiteindelijke gruwelijke historische nederlaag die de Sovjet-Unie heeft geleid. Namelijk het Stalinisme. Het Stalinisme had ooit voordelen, namelijk toen als het land met de ondergang werd bedreigd in 1941... Toen de Duitsers binnenvielen en misschien ook wel in de jaren 30 in het industrialisatieproces. Maar de hele structuur was eigenlijk bevroren, was bewegingsloos. Was natuurlijk ook voortdurend het risico dat het ernstig verkalkt raakte. En dat is wat er ook tenslotte gebeurd is. Brezhnev heeft zich tenslotte ontwikkeld eigenlijk tot een groot voorstander van de détente-politiek. Wat is de détente-politiek? Dat is eigenlijk een zekere ontspanning tussen Oost en West. In dit geval moet je lezen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Dat vindt zijn embryonale ontwikkeling eigenlijk al na de Cuba-crisis, omdat beide partijen toch enorm geschrokken zijn van wat er gebeurd is. Van God, als die duikboten iets anders hadden gedaan, als... Nou ja, het had uit de hand kunnen lopen en wat had ons dat dan opgeleverd? Een nucleaire oorlog. En dat begrepen ze allebei ook wel van beide kanten. Die oorlog kan niet gewonnen worden, die zal louter slachtoffers hebben. Dus laten we praten over die dingen waar we, hè, onze competitie blijft. Maar we praten over die dingen
waar we in principe over praten kunnen en waar we een eventueel een akkoord zouden kunnen bereiken. Met name ook aan de Amerikaanse kant hoopte de president steeds, eigenlijk zie je dat al bij Lyndon Johnson, maar nog veel sterker bij Nixon, dat Moskou druk zou kunnen uitoefenen op Hanoi. Want Amerika was toen natuurlijk verwikkeld geraakt in een zeer omvangrijke militaire interventie in Vietnam. En ze dachten, als die lui in Moskou nou eens druk uitoefenen op die lui in Hanoi, dan kunnen we daar misschien beter tot een soort oplossing of vermindering van de problemen komen. Een waanidee. In Hanoi waren ze veel radicaler dan in Moskou. Dus er was geen sprake van dat Moskou enige druk zou kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd was het natuurlijk voor het politbureau ook wel moeilijk, want ze voelden zich wel solidair met die Vietnamezen. En dus zagen de vijandschap van de Verenigde Staten in die situatie. Dus ook de ontwikkeling van détentegevoelens werd steeds geremd door de verontwaardiging over de Amerikaanse interventie in Vietnam. Die overigens wereldwijd was, zoals iedereen weet. Een van de onbegrijpelijke, langdurige, totale blunders van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Dat staat wel als een paal boven water. Ja. Dus, maar toch was er wel een onderliggende neiging om met elkaar in gesprek te raken. Dat werd ook nog bevorderd door de ontwikkelingen waar we het al over gehad hebben in Duitsland. Willy Brandt werd eerst minister van Buitenlandse Zaken, daarna kanselier. En Willy Brandt wilde een nieuwe Oostpolitiek. Ja, die wilde, laten we nou met die lui gaan praten. Laten we deals proberen te maken. De situatie is normaal zoals die is. Er is een ijzeren gordijn enzovoort. Maar we kunnen er het beste van proberen te maken. En aanvankelijk zijn de Russen ook af. Er is wel backchannel contact steeds. Maar ze zijn toch, houden een zekere afstand. Maar naarmate de jaren vorderen wordt dat in feite minder. Daar komt eerst nog een groot probleem tussendoor waar ze aanvankelijk eigenlijk absoluut niet weten wat ze ermee aan moeten en wat ze dan tenslotte oplossen op een manier waar niemand tevreden mee was, namelijk Tsjechoslowakije. Daar hebben ze geïnterveneerd, niet waar, in de bekende Praagse lente in het jaar 1968. En ze begrepen zelf ook wel, ze hadden natuurlijk al een enorme morele klap opgelopen van de interventie in Hongarije in 1956, en dan moest het weer gebeuren. Nou, alle hervormers, iedereen die in de jaren van Khrushchev toch wat anders en wat verlichter en wat minder stalinistisch was gaan denken, was natuurlijk immens geschokt van hoe is het mogelijk dat we dat nou weer moeten doen. En Brezhnev had eigenlijk wel sympathie voor Dubček, dat was in de tijd de leider van die Praagse lente. Maar ze besluiten tenslotte toch, vooral ook onder druk van de andere Oost-Europese landen, om te interveneren. En dat hebben ze gedaan. Ik denk, zeker iemand als Brezhnev, die in principe, hoe gek het ook klinkt, wel een aardige man was, die vond dat een ellendige toestand. Maar goed, ze hebben dat wel gedaan en hebben daar natuurlijk nog meer weer eens bij gedemonstreerd, nietwaar. Dat eigenlijk dat hele Sovjet-imperium, Failed Empire heet het boek waar we dit vandaan hebben, een mislukking was. Dat die repressie in feite in Oost-Europa, dat die op de lange termijn toch moest worden beschouwd als een zaak die ze niet overeind zouden kunnen houden. Ondertussen, nietwaar, hadden we in de Verenigde Staten natuurlijk Richard Nixon gekregen. Geassisteerd door zijn gewetenloze, maar buitengewoon bekwame assistent Henry Kissinger. Ik neem even een slokje. En ook Kissinger Kissinger en Nixon waren ook geïnteresseerd in détente-achtige ideeën. En wat ze eigenlijk wilden was dat ze een soort, triangulatie heet dat gewoon. Ze zouden betere contacten met China ontwikkelen. Daarmee konden ze dan in feite de Russen bang maken, zie je wel. We hebben betere contact. En tegelijkertijd betere contacten met de Russen, want daar konden ze de Chinezen bang mee maken. Het is ook heel interessant dat de Russen meerdere malen hebben voorgesteld om een onverwachte aanval samen te doen op China.
om de nucleaire mogelijkheden van China uit te schakelen. Want ondertussen hadden de Russen en de Chinezen een ruzie gekregen over vrijwel alles. De Russen hadden ook al hun hulpverlening aan Rusland gestaakt, aan China gestaakt. Nou, kortom, dat lag heel moeilijk. Dus ook dat was iets wat het détenteproces kon bevorderen. Terwijl, want de Amerikanen hadden eigenlijk het idee, dat was het hele idee van Nixon en Kissinger. Kijk, wij gaan met al die lui in gesprek. We maken deals met al die lui. Maar in feite blijven wij de baas in de wereld. Want ze moeten uiteindelijk, kunnen ze ook niet te veel gekke dingen doen. Omdat die weer ondertussen dat détentespel aan het spelen zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Ondertussen is ook die Oostpolitiek begonnen. En dat leidt ertoe dat Brezhnev, denk zo vanaf 71, 72, dat Brezhnev wel bereid is om met die détentepolitiek ook de openbaarheid in te gaan. En ook het conflict aan te gaan met die leden van het politbureau die er misschien voorlopig nog niet zo verschrikkelijk veel in zien. Want hij bezoekt dan ook de Verenigde Staten. En hij is tenslotte een enorme feestelijke bijeenkomst in. Nee, Brezhnev is pas in 73 ook naar de Verenigde Staten gegaan. Maar het doet er niet zoveel toe. In 72 is er een grootse bijeenkomst in Moskou. Waarbij de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in feite een reeks van afspraken maken. Met name op militair strategisch gebied. En je begrijpt waarom dat in 1972 was. Want dat is een verkiezingsjaar en Nixon wou graag herkozen worden. Natuurlijk is ook herkozen. En Nixon heeft nog hetzelfde jaar ook Peking bezocht. Dan zie je dus aan dat die triangulatie, dat de Amerikanen dat goed op de rails hadden. En dan bezoekt Brezhnev in 73 de Verenigde Staten. En nou ja, alles lijkt in de best mogelijke orde op het punt van de détentepolitiek. Want de détentepolitiek wordt tenslotte bekroond met de akkoorden van Helsinki. Die zijn van de zomer van 1975. En als je die nou zou moeten samenvatten, de Russen waren er dolgelukkig mee. Want in feite zijn die akkoorden van Helsinki een bevestiging van de bestaande orde in Europa. Namelijk die van het IJzeren Gordijn en de Russische, het Russische Empire in het oosten. Daarvan was het een bevestiging. Vandaar dat de Russen, die waren er zeer tevreden mee. En de Amerikanen waren enorm ontevreden ermee. Ze hadden toch het gevoel, zeker omdat Amerika bezig was in die jaren rechtser te worden dan het in de jaren 60 was geweest. Die hadden toch het gevoel dat die Russen eigenlijk met de ierenpalm waren gaan strijken. Maar gek genoeg bleek dat helemaal niet zo te zijn. Omdat in dat akkoord, die finale akkoorden van Helsinki, daar zat ook het zogenaamde derde mandje. Een beetje een raar begrip, maar alsof het een soort mandje was. Maar in ieder geval, het derde mandje hield in dat er allerlei afspraken werden gemaakt over de, laten we zeggen, vrije meningsuiting. En dat ook in het oosten, niet waar, ook de Russen, niet iedereen die zei dat hij het misschien niet mee eens was, op konden pakken en naar een concentratiekamp konden jagen, dat die mensen ook rechten zouden moeten hebben. En eigenlijk, de Amerikanen dachten dat ze belazerd waren door de Russen, maar uiteindelijk zou blijken dat dat derde mandje in feite een heel belangrijke rol heeft gespeeld in de emancipatie van, laten we zeggen, ontevredenheid, politieke kritiek in Oost-Europa. 75 is dus het hoogtepunt. Maar dan eigenlijk is in de Verenigde Staten al een ontwikkeling gaande waardoor dat hele détenteproces eigenlijk verrafelt. En Ford, Nixon is afgezet, hè, door de, nou ja, hij is niet letterlijk afgezet. Ze hebben Goldwater hem komen melden dat hij onvoldoende steun had in het geval van impeachment in de Senaat. Dus dat hij waarschijnlijk veroordeeld zou worden. En Nixon heeft toen dan maar besloten om zelf te abdiceren met die fameuze toespraak waarin hij zegt, I'm not a crook. Ja, dat was hij nou juist wel. Politiek gesproken was hij wel een crook. Maar goed, hij verdwijnt met die helikopter. Al die bekende beelden, zoek het even op voor de aardigheid. En hij wordt opgevolgd door Ford, door zijn vicepresident. Nadat er een eerder vicepresident al verdwenen was. Maar we maken het niet te ingewikkeld. Hij wordt opgevolgd door Ford.
Ford die besluit al vrij snel dat hij zelf ook herkozen wil worden in 76. Het zijn 4 jaar periodes natuurlijk in 76. En hij beseft ook, Ford was ook denk ik wel wat conservatiever in vele opzichten dan Nixon. Hij continueert wel Kissinger, maar nou ja, de rechtervleugel van de Republikeinse Partij was helemaal niet gelukkig met de hele ontwikkeling. Want, zei die rechtervleugel, en je had toen ook een hele beweging, dat heette de neocons, neoconservatieven. Die zeiden, ja, we hebben het allemaal in détente, dat is allemaal wel aardig, maar het is in feite wezenloos gelul. Want die détente die stelt de Sovjet-Unie in staat om een strategisch overwicht op planetaire schaal te ontwikkelen. Daar was geen sprake van, dat is punt 1. Punt 2, dat is nog wel aardig dat Zubok zegt, nergens in de Russische archieven is ook maar in de verste verte een plan te vinden dat Rusland naar superioriteit streefde of de Amerikanen wilden onderschoffelen of zo, absoluut niet. Dus was dit list en bedrog? Nou ja, dus ja, de neocons hebben dat die onzin waarschijnlijk zelf wel geloofd, maar in ieder geval was er uiteindelijk helemaal geen basis voor in de realiteit. Okay. Sowieso denk ik is een thema toch van, nou, in mijn herinnering eigenlijk toch al 60 jaar of zo, dat Amerika aftakelt en niet meer is wat het ooit was. En laatst las ik ook weer zo'n stukje Oekraïne, Israël, God, de Amerikanen kunnen het eigenlijk niet aan. Ja, ik zal niet zeggen dat de positie die Amerika innam in kort na de Tweede Wereldoorlog, dat komt niet meer terug. Maar het hele idee dat Amerika op een of andere manier echt zwak erbij staat, dat is, althans militair strategisch, is dan gewoon kletskoek. Amerika heeft een gigantisch alliantiesysteem. Amerika heeft een gigantisch militair systeem wat op technologisch op hoog niveau staat. Dat is allemaal een simpelweg feit. Dus je moet Amerika niet onderschatten. Wat Amerika niet heeft sinds enkele jaren is politieke stabiliteit. Ik bedoel, het politieke systeem wordt bedreigd, nietwaar, door een populistische revolte. En als gevolg van het eigenaardige karakter van het politieke systeem is die revolte in staat om een verliezer van de popular vote toch in het Witte Huis te krijgen. Dus pas op met allerlei verhalen over de veronderstelde levensgevaarlijke aftakeling van de Verenigde Staten. Wat levensgevaarlijk is, is een president met hele wonderlijke opvattingen, maar de strategische positie van de Verenigde Staten is nog steeds sterk. Maar goed, die neocons die dachten dat ze ondergeschoffeld werden door de Russen. En die zeiden, ja, we moeten daar echt mee ophouden. We moeten veel meer in de confrontatie zoeken. Die détente, dat is een misleidende zaak, waardoor wij in feite onze positie minder sterk is dan noodzakelijk. En dat is eigenlijk de richting waarin het opgaat. Want op een goed moment wordt er in de presidentiële verkiezingscampagne van 76, zegt Ford tegen zijn medewerkers en zo, het woord détente gebruiken wij niet meer. Ondertussen is denk ik ook de positie van Kissinger veel minder sterk geworden in die nieuwe Ford-regering dan die was onder Nixon. De verschuiving is naar de rechterzijde. Overigens verliest Ford wel die verkiezingen, want Carter wordt de nieuwe president. Het gek genoeg, het klinkt een beetje wonderlijk, de Russen zijn altijd veel tevredener geweest over hele rechtse presidenten dan over schijnbaar linkse presidenten. Want die linkse presidenten die begonnen al meteen over de mensenrechten en dat dat allemaal zo niet kon. Dat de Russen hun gedrag moesten verbeteren en zo. En Carter ook. Zij mijn hele buitenlandse politiek graag voeren in het licht van de bevordering van de mensenrechten. Dus die Russen dachten meteen, oh jee, dat begint daar gezeik weer. Ja, dat is zeker ten aanzien van de Sovjet-Unie. Dat was natuurlijk niet het paradijs van mensenrechten. Dus ja, ook Carter wil ook op allerlei punten wil die de al bestaande afspraken verbeteren en veranderen. Dus die Russen zeggen al heel snel, flikker op met je weinig. We gaan tekenen wat er ligt en anders doen we gewoon niet meer mee. Het is duidelijk dat de
onderlinge verhouding een stuk minder wordt. Er is nog wel een verdrag getekend in Wenen. Ik denk in 1979. Dat was ook een verdrag op het punt van nucleaire strategie. Maar eigenlijk zijn we dan op weg naar de uitgang als het gaat om de détente-politiek. En de uitgang in het geval van de détente-politiek is de Russische bezetting van Afghanistan in december 1979. En ik moet zeggen, daar ja, was dat verstandig. Nee, dat was hartstikke stom dat ze dat gedaan hebben. Brezhnev was, tenslotte als Brezhnev ziet wat de gevolgen zijn, zegt hij tegen Andropov, je hebt me erin geluist. Hè. Mijn hele beleid, dat hele détente beleid is naar de kloten. Hij is eigenlijk woedend. Maar Brezhnev is dan al in, ook lichamelijk in een proces van ingrijpende en totale aftakeling geraakt. Die wordt eigenlijk door de pillen die Andropov hem verstrekt, wordt hij enigszins op de been gehouden. Maar ook Brezhnev is levenstechnisch op weg naar de uitgang. Want wat ging er dan even een paar zinnen mis in Afghanistan, dat ze daar zo'n spijt van hebben? Dat is zo ongelooflijk ingewikkeld. Maar in een paar zinnen? In ieder geval, het kwam er een feit op neer dat de Russen bang waren dat de nieuwe leider van Afghanistan, dat hij een soort tournure zou maken in de richting van de Amerikanen. Dus dat zij Afghanistan kwijt zouden raken. Dat was het idee. Omdat daar de politieke leiding tot op dat moment, daar konden ze goed mee opschieten, maar die werd bedreigd door iemand anders of die was al gewipt door iemand anders. In ieder geval was daar interne strijd. En dan denkt de Russen denken van, we raken Afghanistan kwijt. Dat is een trauma wat je de hele Koude Oorlog doorziet, ook aan de Amerikaanse kant van, we lost China, we lost Angola, we lost. Terwijl als je al die situaties bekijkt, denk je, joh, blij dat je er kwijt bent. Wat moet je er precies naar? Ook die Russische bezetting van Afghanistan, een blunder van hier tot gunder. Want dat rijmt ook nog leuk voor het Sinterklaasgedicht. Want zij hebben daar niet standaardigheid gehad. En tenslotte bleken ze eigenlijk niet goed in staat om de orde daar te handhaven. De Amerikanen hebben op grote schaal wapens geleverd aan die Afghaanse rebellen. Dat zijn die bekende stingers die raketten die door een individu gewoon uit een soort van mandje kunnen worden afgevuurd en die levensgevaarlijk bleken voor alle soorten van vliegtuigen. Later hadden de Amerikanen spijt dat ze al die stingers hadden geleverd. Toen hebben ze geprobeerd ze weer terug te krijgen, maar dat is niet gelukt. En ik geloof dat de stinger op de niet-legitieme wapenmarkt nog tijdenlang hoge ogen heeft gegooid. Ik weet niet hoe het nu is. Maar goed, Carter, toen op dat moment nog president is van de Verenigde Staten, reageert volstrekt hysterisch. Ik heb er geen andere woorden voor dat je er denkt van, wat bezielt die lui toch soms? Hoe is het toch mogelijk dat die Carter is een hartstikke intelligente man, hij leeft nog trouwens, zei het wel een beetje aan de rand van de dood, maar toch, hij leeft nog. Maar hij zei, ja, de Russen zijn op weg naar de Perzische Golf. En als ze de Perzische Golf bereiken, dan is ons hele strategische concept in het Midden-Oosten ligt in duigen. Wij moeten daar iets aan doen. Ik garandeer de veiligheid van de Perzische Golf. Maar als je natuurlijk op de kaart kijkt, dan zie je dat tussen Angola en de Perzische Golf, sorry, niet Angola, Afghanistan, en de Perzische Golf zit Iran. Dus ja, wat overigens toen nog heel eventjes niet getroffen was door de Iraanse revolutie, zal ik maar zeggen. Ja, dus dat is een hoogste wond. Ja, de Iraanse revolutie was al wel gaande, maar was nog niet echt ernstig geradicaliseerd. Het was onzin. Carter zei ook van, ja, ik heb met die lui aan tafel gezeten. Het zijn oplichters, het zijn bedriegers. Niet waar, ze praten over détente. En moet je nou eens kijken wat ze gedaan hebben. Dat is ook altijd een puntje geweest bij de Amerikanen, dat ze zelf het volste recht hebben om vrijwel overal ter wereld te interveneren. Ook overigens vaak met hele matige succes. Maar dat als een andere doet, dan is het een verschrikkelijke bedreiging van de Amerikaanse strategische positie. Wat natuurlijk niet zo bijster overtuigend is, wel beschouwd. Nu moet ik nog even mijn
Neussnuit, het is wel geen probleem. Een betoog hoor met onderbrekingen. Hoort bij dit weer, met veel regen en wind. Ik ben altijd ben ik koud. Goed. Daar zitten we dus eind 79. 1980 breekt aan. En wat gebeurt er in 1980? In november 1980 wordt Ronald Reagan, die in 76 al een hele ernstige bedreiging had gevormd voor de zittende Republikeinse president, Ronald Reagan wordt gekozen tot president. Op dat moment de oudste president van de Verenigde Staten ooit. Nou dacht ik dat Reagan van 1911 was. Dus die was in 1980, was die, moet even rekenen, 70, was die 70. Ik denk dat die 70 werd. Nou, iedereen vond hem al verdomde oud en nu zitten we met een president die dik in de 80 is. Dus je ziet, er zijn nog, er zijn mogelijkheden. Reagan wordt president natuurlijk vanaf januari van het jaar 81 en begint eigenlijk al meteen met een, nou, op zijn minst toch een harde retorische campagne tegen de Sovjet-Unie. Ze houdt een redenvoering. Hij zegt dat de Sovjet-Unie een evil empire is. En hij zegt dat de Sovjet-Unie erop uit is om het van de Verenigde Staten te winnen in de wereldwijde competitie. En nou ja, er ontstaan ook allerlei gekke spanningen. De Russen schieten een Koreaanse passagiersvliegtuig neer. Met verschrikkelijke gevolgen, wat overigens wel verdwaald was in de Russische luchtruim. Daar zijn dan weer allerlei discussies over, dat sommigen zeggen dat is gewoon expres. Konden ze foto's maken en zo, maar anderen zeggen dat is helemaal niet zo. Ik zou het je niet precies kunnen zeggen. De NATO houdt een grote militaire oefening onder de naam Able Archer. En Andropov, die zegt dan, ja, dit is de opmaat voor een grote oorlog, voor een onverwachte aanval die de Amerikanen eigenlijk willen uitvoeren op de Sovjet-Unie. Volstrekte kletskoek. Maar goed, dat was op dat, dan zie je aan op dat moment, want ook dat die evil empire retoriek, dat maakte in Moskou ook indruk van, wat bezielt die Amerikanen, godsnaam, we dachten dat we toch een beetje redelijke deals hadden gemaakt met ze. En dan krijgen we dit soort van gepraat. Ondertussen was Brezhnev overleden in zijn slaap. In 82 overleed Brezhnev. Toen was hij al jarenlang, nou, zeg maar dat hij nauwelijks tot de wereld hoorde. Schubak schrijft ook, hij kwam heel, heel zelden naar de vergaderingen van het politbureau. Hij was hek. Soms hadden we dat netjes uitdrukken. Boven de Adamsappel was er niet veel meer van hem over. Dat zijn fameuze beelden. Dat Brezhnev die bezoekt de Bondsrepubliek. Toen nog de hoofdstad van de Bondsrepubliek was toen natuurlijk Bonn. En hij neemt daar ook zo'n paraat af, zoals dat hoort, weet je wel. Er staat zo'n clubje militairen in een straffe houding en zo. En Brezhnev loopt daar langs en dan is natuurlijk, als je helemaal langs die militairen bent, dan loopt de rode loper, die loopt naar rechts en dan loop je het ontvangstgebouw binnen. Maar kennelijk was Brezhnev zo ver weg dat hij gaat niet naar rechts, hij loopt door. En het is raadselachtig wat hij gaat doen. En je ziet al die functionarissen, die raken volledig in paniek. Hij loopt door in plaats van dat hij naar rechts afslaat. Maar het geeft natuurlijk wel aan dat hij al betrekkelijk ver weg was. Ja. Het was niet veel zaaks meer. Hij wordt overigens opgevolgd door die Andropov, die eigenlijk al jarenlang toch de belangrijkste man in het politbureau was. Maar Andropov was ziek. Volgens de Sovjet-Unie had hij griep, maar achteraf is gebleken had een zeer ernstige nierkwaal. En hij heeft het niet lang gemaakt. Na ruim een jaar is hij overleden. En dan wordt Andropov opgevolgd door Tsjernenko. En ik meen me te herinneren dat Tsjernenko bij zijn presentatie al door een verpleegster overeind gehouden moest worden. Dus ook Tsjernenko, zoveel was duidelijk, zou het niet lang gaan maken. En inderdaad, zo is het ook gegaan.
zijn enkel overlijdt ook. Waarmee dus in feite de drie laten we zeggen, de bejaarden en figuren die dat politbureau domineerden, die zijn van het toneel verdwenen. En ondertussen escaleert eigenlijk die retorische ruzie tussen de Verenigde Staten en Rusland. Overigens, ook Reagan begrijpt na enige tijd dat het ook niet erg verstandig is om deze polariserende retoriek door te zetten. Hij moet natuurlijk herkozen worden in 1984. Dus hij begint eigenlijk al in 1984, begint hij bij te sturen. En dan wil hij wel met de Russen in gesprek en daar gaan ze maar door. Wat ook was. Ja, je kunt achteraf zeggen, iedereen heeft zich toen verschrikkelijk druk gemaakt over die retoriek van Reagan. Maar in feite was het niet meer dan retoriek. Het was gewoon hooggeklets, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ook, want ja, een of andere minister geloof ik van Reagan had ooit gezegd van, nou ja, zo erg is het dan ook weer niet, zo'n nucleaire oorlog. Die gaan we namelijk toch uitvechten in Europa. Dus wij hebben er niet zo veel last van. Hebben er niet zoveel last van. En als de Europeanen gewoon nou in een schuttersputje gaan zitten met een deur eroverheen, die ze uit het huis gesloopt hebben, dan zal het allemaal best meevallen. Dus je begrijpt, dat viel in Europa buitengewoon slecht. En dit was de zogenaamde New Cold War, waar Amerika in feite retorisch mee gestart was. Ik denk dat een paar aantal kritische brievenschrijvers zullen nu wel zeggen, ja, maar die Sovjet-Unie had in de loop van de jaren 70 zijn militaire apparaat enorm uitgebreid. Dat is waar. Maar de Russen zagen dat eigenlijk in termen van gelijkwaardigheid. Hun grootste ambitie was eigenlijk om erkend te worden als de andere grote mogendheid. Dat ze net even sterk en belangrijk en waren. En erkend door wie? Door de Amerikanen. Oké. Okay. Nee, wat wij ervan vonden, vonden ze helemaal niet zo interessant. Okay. De New Cold War is in Europa nooit een issue geweest. Dat heeft eigenlijk geen belangrijke rol gespeeld. Europa bleef toch sterk koersen op detente-achtige sfeer. Nou ja, nu was alle bejaarden die dood konden gaan, die waren ondertussen dood gegaan. En ze hadden een nieuw en jong en ambitieus en nadenkend lid van het politbureau. Je voelt daar waar dit heen aan Gorbachev. En Gorbachev had ook gereisd al in West-Europa. Gorbachev had kennis gemaakt met Margaret Thatcher, toen de prime minister in Engeland. Margaret Thatcher was enorm van hem gecharmeerd en zei, nou ja, dit is echt een man, hier kunnen we zaken mee doen. Hij heeft echt opvattingen die fundamenteel verschillen met wat die bejaardenclub van dat politbureau over de wereld dacht. En zodoende, eerst wordt Reagan nog door zijn staf gewaarschuwd van ja, die Russen, je weet het nooit zeker. En dan krijg je een glimlachoffensief en ondertussen proberen ze je pootje te lichten. Maar dat is de grote verdienste, denk ik, van Reagan geweest in deze jaren. We zijn ondertussen halverwege de jaren 80 natuurlijk. Reagan heeft Gorbachev ook serieus genomen. En dat was lang, in lang niet al zijn medewerkers vonden dat ook moest gebeuren. En het is denk ik in de afwikkeling van de Koude Oorlog is dat dus zijn grootste verdienste geweest. Ronald Reagan's grootste verdienste. Dat hij hem heeft geaccepteerd. Ja, je hebt dus een hele school onder historici en schrijvers over deze themata. Die zegt, ja, de Amerikanen van Reagan heeft eigenlijk de Koude Oorlog gewonnen. Want die heeft door die bedreiging en die retoriek zijn die Russen zo verschrikkelijk geschrokken. En ook van dat SDI, want Reagan was in 1983 gekomen met het Strategic Defense Initiative. En dat zou bestaan uit een soort reusachtige laserkanonnen die in staat waren om ballistische projectielen uit de lucht te schieten. Ja, leuk soort Lego-spel voor jongetjes met een lampje erbij, zal ik maar even zeggen. Het was ook heel leuk, geanimeerd op tv, zag je, oeh, zeg dat. Maar dat heeft eigenlijk nooit fatsoenlijk gewerkt. Het was meer een utopie. En dat kwam ook een beetje omdat Reagan eigenlijk ook hoopte dat de nucleaire bewapening op enige wijze terzijde kon worden geschoven. Vond dat eigenlijk onzin
dat die twee reuzenmogendheden elkaar voortdurend nucleair bedreigden, waar die op zichzelf overigens het grootste gelijk van de wereld in had. Maar goed, Reagan zegt van luister nou eens even, ik wil graag met die nieuwe man praten. Dus in Genève, eind 85, is er een bijeenkomst aan de open haard. Sla de beelden maar even op, waarbij eigenlijk bleek dat de heren prima met elkaar op konden schieten. Gorbachev was wel verbaasd over de zonderlinge dingen die Reagan hem bij gelegenheid vertelde. En die vaak niets te maken hadden met de gespreksonderwerpen. Maar ze konden het goed met elkaar vinden. Wat zei hij dan? Nou, hij begon dan over, ik zal maar over Mickey Mouse of zo. Oh ja? Enigszins vergelijkbare onderwerpen. Hoe weten wij dat? Omdat het later opgetekend is. Ja, dat is allemaal. Nou, nee, omdat Gorbachev het vertelde, ja. Hartstikke leuk gesprek, maar hij begon weer over, nou ja, volstrekt niet ter zake doend onderwerp. Wat dat betreft leek Reagan wel een beetje op mij. Dat zou je kunnen zeggen. Nou ja, en dan begint er eigenlijk een wonderlijk proces. Omdat ik in de volgende 5 jaar, of laten we zeggen in de volgende 4 jaar, tussen 85 en 89... ja, eigenlijk Gorbachev een reeks van hervormingen aankondigde. In het bijzonder, hè, die bekende naamgeving Perestroika en Glasnost. Glasnost was de openheid. Hè, zo dat beetje terug naar wat Khrushchev ook geboden had, maar dan misschien nog een stapje verder. En Perestroika was eigenlijk een soort renovatie van het bestuurlijke apparaat. Ja, misschien zou Omtzigt ook van Perestroika kunnen spreken. Als die er nog een Russische naam bij wil verzinnen, zal ik maar zeggen. En het probleem met Gorbachev was eigenlijk dat hij helemaal geen concrete ideeën had van hoe dat dan precies gedaan moest worden. Ja, je ziet, dat zijn allemaal herkenbare politieke problemen. Dat je wel idealen kunt hebben. En hij had fantastische idealen en hij... moest het allemaal op een hele andere manier, maar uiteindelijk wist hij niet precies hoe hij dit uit moest voeren. En al heel snel, niet waar, mislukte die hervormingen. Niet zozeer de glasnost, maar wel de perestroika. En raakte de Sovjet-Unie in allerlei aanzienlijke praktische problemen. Die tenslotte ook tot een situatie leidde waarin honger werd geleden. En waarin op grote schaal sprake was van ontevredenheid. Tegelijkertijd bleek wat niemand eigenlijk verwacht had, dat Gorbachev bereid was om dat hele Sovjet-empire, dat hele field-empire, op te doeken. Hmm. Omdat hij al, ik denk eind 86 had hij alles gezegd tegen al die regeringsleiders in Oost-Europa, jongens. Jullie moeten er wel rekening mee houden dat de kans dat wij weer komen helpen met troepen, denk aan Hongarije, Berlijn... Tsjechoslowakije enzovoort, dreiging in Polen in de jaren 80. Denk erop, wij komen niet meer helpen. Je moet je eigen broek ophouden en het is niet aan. En je hebt de indruk eigenlijk dat die leiders van die Oost-Europese staten, allemaal in feite natuurlijk dictatoren eerste klas, dat die nauwelijks hebben begrepen dat dat serieus was. En dat ze er jaren over hebben gedaan voordat ook doordrong in die landen, dat ze mochten doen wat ze zelf wilden. Maar dan zou natuurlijk tegelijkertijd blijken dat geen van die leiders in Oost-Europa had enige legitimiteit. Die dankten allemaal hun positie in feite aan de aanwezigheid van Russische tanks. Daar kwam het grote rijk op neer. Maar dus wat niemand zich realiseerde op dat moment, en pas later eigenlijk, is dat Gorbachev bereid was om het empire op te geven. Om het gewoon weg te doen. Dat is ook een enorm bezwaar van Zubok. Die zegt van ja, dat is allemaal wel mooi dat je dat empire op wil doeken. Maar hij had iets terug moeten vragen. Maar hij heeft niks teruggevraagd. Hij beschrijft ook natuurlijk de kwestie Duitsland. Hè, mocht Duitsland herenigd worden, ja of nee. Dat speelde vanaf 1989 natuurlijk ook. Want je had natuurlijk in november 89 het fameuze val van de muur. En in de jaren daarna heeft Kool enorm snel doorgepakt. Dat hebben we al een keertje behandeld. En nou ja, uiteindelijk is Duitsland herenigd. En dan zegt Zubok ook,
Hij heeft er niks voor teruggevraagd. In plaats dat hij allemaal condities stelde van ja, je kunt Duitsland wel herenigen, maar dan willen wij zus en zo. Dan moet er ook een hele andere veiligheidsstructuur in West-Europa komen. Maar nee, allemaal geen sprake van. En waarom heeft hij dat niet gedaan? Ik denk uit dat een soort... We weten dat dus niet zeker? Nee, we weten niet precies waarom die... Ik denk over zelf dat die het opgeven van het empire, dat dat een verstandige en rationele daad was. Bij hem zat daar iets heel anders achter, namelijk dat er een hele nieuwe wereldorde moest komen. En hij sprak ook altijd van het gezamenlijke Europese huis. Dus hij dacht in termen van een veiligheidssysteem waarbij Oost en West onderdeel zouden vormen van één systeem. En nou ja, daar voelden de Amerikanen echt helemaal niets voor. Want ook suggesties, lichte suggesties in die richting, daarvan zei de oude Bush, die toen president van de Verenigde Staten was, zei ja, absoluut niet, ik ga helemaal niet beginnen aan een nieuw veiligheidssysteem. Wij gaan het oude veiligheidssysteem, dat gaan wij versterken in casu de NATO. Want je begrijpt wel dat al die landen in Oost-Europa, toen ze helemaal zelfstandig waren geworden, maar één groot verlangen hadden, namelijk lid te worden van de NATO in de allereerste plaats. In de hoop natuurlijk dat de Russen niet op enige ongelukkige wijze terug zouden kunnen komen. Denk aan Poetin. Al zal Poetin zeggen, ja dat hadden jullie niet moeten doen, want anders zouden wij, nou, dat, deze kip en ei kwestie, die is deels onoplosbaar. Maar zo verliep het, dat is het wonderjaar 89 natuurlijk. Dat het ook wel duidelijk is dat het ijzeren gordijn gaat verdwijnen. Dat Duitsland in de loop van 1990, september 90, wordt Duitsland in feite herenigd. Ja, dan is het klaar met de Sovjet-Unie. Waarom kun je toch zeggen, was dat even afgezien van Gorbachev's fantastische utopische plannen over nieuwe veiligheidssystemen, waar ook de Sovjet-Unie eventueel een onderdeel van zou kunnen zijn. Niet erg realistisch, denk ik, maar goed. Waarom was het verstandig om het empire op te geven? Om de eenvoudige reden dat het instabiel was. Er waren altijd opstanden. In Berlijn 53, ik heb ze allemaal opgenoemd. De Polen waren altijd opstanden, altijd sodemieter in Polen. Maar ze uiteindelijk dan tenslotte besluiten in de jaren 80 dan maar niet te interveneren. En dan komt Jaruzelski. Nou, dat moeten mensen allemaal even nakijken. En dat niet alleen. Niet alleen was het instabiel en waren er voortdurend opstanden in Oost-Europa en Centraal-Europa, maar het was hartstikke duur. En dat kwam omdat de Sovjet-Unie subsidieerde de energiepolitiek van al die landen. Had ook natuurlijk in de loop der tijden, was de Sovjet-Unie een van de grootste energieleveranciers ter wereld te worden. Maar het was toch prijzig om al die landen energietechnisch uit de wind te houden. Daarbij kwam ook nog dat de Sovjet-Unie allerlei dure cliënten had wereldwijd in Afrika. Terwijl als je kijkt, had dat nou enige zin? Had dat enige strategische betekenis? Nul. Cuba, idem dito, werd ook gesteund door de Russen. Er kwamen zelfs Cubaanse troepen naar Afrika. Dus als je even de balans opmaakt, moet je zeggen, de Russen hadden niks meer aan Oost-Europa. Omdat het strategisch natuurlijk in een nucleaire oorlogssituatie ook betekenisloos was geworden. Maar wiens schuld was dat? Dat het betekenis... Nou, dat het instabiel was kwam omdat het allemaal repressieve regimes waren. Het was bezet. Het was bezet gebied. Ja. En ja, die mensen waren daar ontevreden. Te meer omdat natuurlijk de economie in Oost-Europa zo ver achterbleef. Nou ja, het klassieke geval is natuurlijk Oost-Duitsland. En dat er een gaatje in de muur zat. En dus dat is al die leiders wel te verwijten, dat ze daar niks aan gedaan hebben? Nou, de vraag is of ze er iets aan hadden kunnen doen op een zodanige manier dat ze een soort westers economisch model hadden opgestart. Want dan waren ze onmiddellijk weer gecorrigeerd door de Russen. Want dat mocht niet. Dus ja, natuurlijk ook, dat moet erbij gezegd worden, ook de Russische economie eigenlijk vanaf het moment dat het politbureau als Khrushchev verdwenen is, die terugkeert naar een soort neo-Stalinistische beleid.
Wat eigenlijk elke vorm van serieuze hervorming van het systeem onmogelijk maakt. Je zou ook kunnen zeggen, als Gorbatsjov gaat hervormen, is het eigenlijk al te laat. Hmm. Het systeem is volledig verstart, tot stilstand gekomen. En dat heeft de Sovjet-Unie uiteindelijk dus niet overleefd. Terecht niet overleefd, denk ik eerlijk gezegd. Dat nou toevallig in het grootste restant van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, iemand aan de macht gekomen is die, dat verlies van macht eigenlijk en aanzien in de wereld, als de meest rampzalige toestand beschouwd die ooit heeft bestaan in de vorige eeuw, Poetin namelijk. Ja, dat is pech. Is dat onze schuld? Was dat sowieso gebeurd, ook als wij heel aardig waren geweest in de jaren 90? Dat valt achteraf ontzettend moeilijk te zeggen. Maar dus het hele hervormingsbeleid van Gorbatsjov loopt vast. Maar ondertussen heeft hij dus in de buitenlandse politiek, heeft hij in feite het empire opgedoekt. En Zubok zegt prima, maar dat je het opdoekt zonder iets terug te vragen, dat blijft toch een hele merkwaardige zaak. Dus dat valt hem ook te verwijten, dat aspect? Ja, dat vindt Zubok wel. Valt er nog meer te verwijten? Zubok, ja, daar valt wat meer te verwijten. Gorbatsjov was een aarzelaar. Gorbatsjov tompte eindeloos of die beslissingen wel of niet moest nemen. Gorbatsjov is afhankelijk mee als Tsjernobyl ontploft. Dat is 86, dan hebben de Russen geprobeerd dat geheim te houden. Binnen het idee van glasnost en openheid is het natuurlijk een beetje lastig om geheim te houden dat er een kerncentrale ontploft is. Je woont niet een kerncentrale in een club van vier naast elkaar, dat is echt levensgevaarlijk. En bovendien was er natuurlijk overal, radioactieve neerslag in West-Europa, dus het kwam snel genoeg uit. En dat heeft Gorbatsjov wel als vernederend gezien. Gorbatsjov was eigenlijk een, hoe zal ik dat nou zeggen, een utopist. Hij had allemaal geweldige ideeën die eigenlijk weinig praktisch om het lijf hadden. Een beetje de klachten die wij alsmaar over onze verkiezingen hebben gehad, die slaan in hoge mate op Gorbatsjov. Hartstikke leuke ideeën, dat je zegt, ja, god, dat is toch geweldig. Hoe ga je het doen? Ja, en dat schrijft Zubok ook, zegt van, maar tenslotte moet je een praktisch beleid voeren, stap voor stap voor stap. Ja, en dat deed hij niet. Nee, dat deed hij niet. Hmm. Want je ziet ook die gesprekken met Kool, dan heb je het gevoel, Gorbatsjov en Kool, die konden geweldig met elkaar opschieten. En dan, tenslotte, je kunt ook zeggen dat de DDR verkocht is voor 36 miljard, wat was het toen, D-mark. Dus er is wel wat, er is wel een zekere financiële concessie gedaan, maar geen enkele strategische concessie. Dus ja, in de loop van 91, daar hebben we het al over gehad, is er nog een staatsgreep eigenlijk georganiseerd door zijn eigen politbureau. Wat er wel een beetje genoeg van had, dat de hele boedel cadeau werd gedaan aan Jan en Alleman, zonder dat er verder iets gebeurde. Maar wat natuurlijk tegelijkertijd ook wel duidelijk maakte hoe verstandig Kool was geweest, dat hij doorgepakt had. Want anders, voordat die staatsgreep geslaagd was, en er was weer gewoon een neo-Stalinistisch regime teruggekeerd. Dan was dat natuurlijk allemaal heel anders gelopen. Dan had de Sovjet-Unie misschien nog veel langer bestaan. Ja, daar moeten we toch wel weer een aantekening bij maken. Want de winnaar eigenlijk van die staatsgreep is mislukt. En de winnaar van die staatsgreep was Jeltsin. En dat had je een heel merkwaardige zaak. Jeltsin was de eerste gekozen leider in een van de grote republieken van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie bestond in feite uit, als ik het wel heb, 14 verschillende republieken die dan in die Sovjet-Unie, per slotverrekening. En Jeltsin was gekozen in de grootste republiek, namelijk Rusland. En Jeltsin wilde van Gorbatsjov af. Dus hij dacht, hoe gaan we dit aanpakken? En Gorbatsjov was niet gekozen, maar wel de president van de Sovjet-Unie. Dus dacht Jeltsin, wat is de beste oplossing? We doeken de hele Sovjet-Unie op. Want dan bestaat die functie van president ook niet meer. Klaar is Kees. Dan is hij de leider van het bestaat. Zo is geschied. Jeltsin zoekt contact met Oekraïne en Kazachstan, als ik het wel heb, of weer nee, met Oekraïne en Wit-Rusland.
En dan besluiten ze de Sovjet-Unie op te doeken. En daar hebben de andere republieken zich tenslotte bij aangesloten. Dan zitten we eind 91 en nou ja, dan heb je dat fameuze toespraakje van Gorbatsjov in zijn kantoor. Die zegt, ja, dames en heren, dank voor uw vertrouwen. Mijn functie is opgeheven, dat klopt, de Sovjet-Unie is opgeheven. En dan verdwijnt hij in de goed betaalde anonimiteit, laat ik het zo zeggen. Want ja, Gorbatsjov was ongekend populair in het Westen, ik denk terecht, en ongekend impopulair in Rusland. Ja, vanuit Russisch perspectief gezien ook wel enigszins begrijpelijk. Dus hij was eigenlijk een dromer. En daar maakt dat Wint Soepboek zich ook nogal over op. Dat Gorbatsjov moest niks van geweld hebben. Want er was iets in de Baltische Republiek ontspoord en zo. Maar Gorbatsjov, ja, zegt Soepboek, als je niet bereid bent om in al die situaties misschien eens een keer geweld te gebruiken, dan is ook de hele instrumentarium om de orde te handhaven in die Sovjet-Unie, daar ben je in feite ook kwijt. En daar zit wel wat in vanuit dat perspectief gezien. Dus Gorbatsjov was een dromer. Iemand met geweldige ideeën over de wereldvrede, samenwerking, het Europese huis, de hele Sante Kraam, zonder dat dat geconcretiseerd werd. Dat moet erbij gezet worden. En zonder dat dat dus op praktisch terrein werd ook besluiten werden genomen. Het bleef bij dromerij eigenlijk. En ja, in die dromen is de Sovjet-Unie van het toneel verdwenen. Naar mijn idee nog steeds, ondanks Poetin enzovoort, een zegenrijke ontwikkeling. Want ja, dat nou bijvoorbeeld de Polen en de Hongaren weer besloten hebben ze zijn eigen dictatuur op te tuigen. Nou ja, we hebben het over Polen gehad. Ja. Ja, Polen is eigenlijk helemaal uit het perspectief verdwenen sinds Israël en Gaza. Maar het is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling eigenlijk in Polen. De verkiezingswinst, hè? Ja, zeker. Tweede werd hij eigenlijk, hè? Echt heel spectaculair. Die Tusk. Dus dat gaat in Polen de goede kant op. Maar goed, dit is de lange geschiedenis van de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog. Dat de Sovjet-Unie eigenlijk het niet overleefd heeft. En dat de zaden van de ondergang, laten we het een beetje poëtisch formuleren, er eigenlijk altijd in gezeten hebben. En misschien als Stalin bereid was geweest om in 1945 te doen wat tal van mensen verwachten, toch een soort ontspanning, toch eens kijken of je het niet op een iets andere manier dan totale aanhoudende repressie, concentratiekampen, zuiveringen. En dat is toen niet gebeurd. En ik denk dat het Stalinisme een soort van woekering was, die tenslotte serieuze hervormingen onmogelijk hebben gemaakt. Mm. En dat daar aan de Sovjet-Unie bezweken is. Dat ze nog een hele tijd boven water zijn gebleven, lag natuurlijk aan het feit dat ze een enorme hoeveelheid energie bleken te bezitten die ze voordelig konden verkopen. Ja. Een van de bijdragen van de aftakeling van de Sovjet-Unie in de jaren 80 was dat de energieprijzen toen fors daalden. Dat Poetin het overleefd heeft, dankt hij aan het feit dat hij president werd, toen de energieprijzen weer fors stegen. Dus hoe het met de Sovjet-Unie gaat lopen, nou ja, ze kunnen die energie natuurlijk altijd wel kwijt. Dat is het verhaal van Rusland. Toen dacht ik, moeten we niet eens een soort overzicht maken van de ontwikkelingen in Europa na de Tweede Wereldoorlog, in plaats van bijvoorbeeld die Fransen nog een keer apart te behandelen. En toen dacht ik aan dat prachtige boek van Tony Judd. Dat heet Postwar. En als we dat nou eens gingen behandelen, dat Postwar. Heb je dat al gelezen? Ja, dat heb ik ook al gelezen. Dat scheelt ook wel aanzienlijk natuurlijk. Het is namelijk een enorm dik boek, dat wel. Maar ik heb het al eens een keer gelezen. Het is ook al wat ouder. Net als het boek van Soepboek, trouwens. Maar dan doen we volgende week doen we kunst. En dan kunnen we daar daarna eventueel aan Tony Judd beginnen. Ik vind ook, er was nu ineens een film over Napoleon. Toen dacht ik, er was allerlei ruzie over, begreep ik. Ik heb die film niet gezien.
Dus ik ga maar niet met die film bezighouden. Maar ik dacht dat ze ook nog eens iets een keer Napoleon doorjassen. Hebben we al eens gedaan, hè? Hebben we Napoleon al eens een keer gedaan. Een keer zittend op het bankje hier in het park hebben we een keer over Napoleon gehad. Nee, dat was zo goed. En toen heb je het vergelijk nog getrokken tussen Napoleon en Rutte. Weet je nog wat het vergelijk was? Dat ze alle twee te lang waren blijven zitten. Dat was een beetje de conclusie. Ook Napoleon was te lang blijven zitten. Ja, Napoleon heeft Rusland aangevallen. Dat is nooit, dat is het geval van Duitsland, niet verstandig. Oh, nou, dan laten we Napoleon zitten. Dan doen we in principe... Al denk ik wel dat als heel veel mensen dit nu horen zeggen ze, doe nog maar een keer hoor. Nog een Napoleon. Ja, misschien dat je dan net wel andere aspecten eruit haalt. Ah. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, nou ja, je weet, mijn favoriete eeuw is de 19e eeuw. In allerlei opzichten. Misschien moeten we Darwin eigenlijk een keertje doen. Ja, die hebben we nog nooit gedaan. Misschien wel een schande dat we dat nog nooit gedaan hebben. Ja, omdat hij natuurlijk in allerlei opzichten misschien wel de meest invloedrijke wetenschapsman van de 19e eeuw geweest is. Ja. Nou, er zijn natuurlijk nog wel een paar andere. Ja, precies. Dat roept vraag op, moet je dan ook anderen gaan doen? Ja. Wie zou het dan anders nog kunnen doen? Natuurlijk Faraday. Zouden we kunnen doen. Interessant. Maxwell, maar dat gaat mij ook deels boven de pet, dus ik weet niet of dat... Nou, laten we dan met Darwin beginnen en kijken hoe het loopt. Laten we dan met Darwin beginnen, oké. Maar goed, ik wou volgende week in ieder geval kunst doen. Kunst. Iets met kunst. Oké, en Postwar, dat boek, heet dat ook echt zo? Dat Postwar? Heet Postwar, ja. Oké. De auteur is Tony Judd, J-U-D-T. Oké. Tony Judd is aan ALS overleden, enkele jaren geleden. Hele fijne essayist ook, leuke stukken. New York Review of Books, maar ik denk dat dit boek leidt ook wel aan bepaalde kwalen, die, althans dat vind ik. Daar zal ik ook kritisch commentaar hebben op het boek, maar dat komt dan nog wel.